En volgens mij ben ik levend en live. Oh, maar ik ben er kennelijk heel kort. Hey, kikkerkomics, Comics, goedenavond. Leuk. Ik moet alleen zelf om, om kwart over acht weg. Nou, leuk dat je erbij bent. En uh, hoe was je vakantie in La France? Want we gaan het ook vandaag hebben over La France, oftewel Frankrijk. Ik zet even mijn telefoon op zwijgen. Anders krijgen we natuurlijk net een telefoontje van Hugo de Jonge... die ze excuses gaat aanbieden voor wanbeleid. Wordt wel een keer tijd. Ik wacht al een tijdje op, het, op dat telefoontje van Hugo de Jonge. Maar goed, dat even tezijde. Het wordt een beetje een slow stream vanavond. Want ik ben al twee weken van de koffie af. En dat merk ik. Want... Uh, <laughs> ik ben zo duf als wat. Even kijken of ik nog een beetje... En ik vond het wel leuk. Ik ben alleen thuis vanavond. Ik, denk, ik vind het wel gezellig om met jullie wat te kletsen. En... Um, ik laat jullie zo meteen de nieuwe Wilbert van de Steen zien. Die heb ik net binnengekregen in de post. Ik heb hem net uit de verpakking gehaald. Ik heb zelf nog niet eens kunnen kijken. Dus dat wordt leuk. En uh, we gaan op Instagram kijken, onder andere, wat er allemaal gaande is. Want ik ben ook, nou, sinds ik vakantie heb gehad, want dat weet je misschien niet, maar ik ben twee weken op vakantie geweest en deze week ben ik weer een beetje begonnen. Sinds ik vakantie heb gehad, uh, heb ik niet meer, ben ik niet meer op Instagram geweest. Om te kijken naar wat voor mooie dingen er geplaatst zijn. Want ik wilde eventjes offline leven. Zo noem ik dat altijd. Ik vind het heel fijn dat uh, als ik vakantie heb, om een tijdje gewoon offline te leven. Zo min mogelijk online YouTube-video's kijken. Zeker niet op Instagram rondhangen. Om gewoon even mijn hoofd proberen leeg te maken. Want er zijn wel eens dingen waar ik over na wil denken. En dan heb ik dan de vakantie voor nodig. Serieuze shit des levens. Dat herken je vast wel. Serieuze shit des levens. Uh, en uh, nou, dan vind ik het gewoon fijn om niet afgeleid te worden door de constante stroom van data die mijn hoofd beklattert of bevuilt. Dat is het eigenlijk een beetje. Hoe is het met jullie? Ik zie in ieder geval dat ik uh, twee kijkers al heb. Hé hey, Koen, goeiedag. Uh, over Koen ga ik zo meteen ook nog iets vertellen. <laughs> dat vindt hij vast leuk. Nou, dat kan ik eigenlijk gelijk wel even doen. Want Koen, die was gisteren bij mij in huis om een hele stapel Junior Press... Te geven, waar dit er één van is. En ik heb daar vandaag een vlog over opgenomen over die hele Stapel Junior Press. En eh, dat is een flinke stapel geweest, kan ik je vertellen. En dat is een hele fijne stapel. Maar die vlog wanneer die online komt, weet ik niet. Want ik heb vandaag eh, Paulus de B online gezet, de Bekabouter. Um, en daar had iemand een hele leuke link gedaan naar Jiske vet, naar een uitzending van Jiske vet over Paulus de B. Dat was echt heel grappig. Dus. Nou ja, ik, moet, ik heb een beetje een voorraad vlogs, want ik heb mijn vakantie gewoon doorgevlogd. En uh, nou ja, dus ik moet even kijken wanneer die Shizzle online gaat. En ik moet ook voor Amsterdam Comic-Ik nog wat creëren. Die heb ik ook een beetje verzaakt weer, zoals gewoonlijk. Dus het, is allemaal, het gaat allemaal lekker, jongens. jonge jongen. hoe is het met jullie eigenlijk? Koen, heb jij nog uh, met Johan de Jee, uh, contact gehad? Daar ben ik wel benieuwd naar of dat een beetje gelukt is. En um, volgens de cijfers hier heb ik nul kijkers vandaag. Uh, maar dat geloof ik niet. Want volgens mij heb ik hier gewoon een koen en een kikkercomics. In ieder geval als, uh, als uh, bekijker. En um, mocht je er nou ook kijken. Laat even wat weten. In de chat. Wil je het ergens over hebben? Gooi het in de groep. Dat is altijd goed. Dat mag. Ik zat vandaag te kijken naar mijn honderdste vlog. En die is alweer van 2018, geloof ik. En dat is gek, om een oude vlog van jezelf terug te zien. Ook al weer bijzonder. Ik zag er toen nog een stuk jonger uit, zonder baard, moet ik zeggen. En uh, of de koffer al gepakt is bij Koen. Italiaanse comics, ja, ja. Maar vooral natuurlijk die lekkere, schunnige comics, uh, Kikker, vind ik dan, van Italië. Want daar zijn ze goed in. Die soft, erotische dingen en zo. Ah, oké. Okay. Heel goed. Dus het is heel gek om jezelf terug te zien, zo naar, um, <laughs> na twee jaar oude vlogs. En ik denk, nou, dat deed ik eigenlijk best wel aardig. Volgens mij was ik toen minder gaar dan nu. Zo zag ik in ieder geval fris uit. En uh, nou, dat was erg leuk. Wat ik eigenlijk wilde doen, om te beginnen, is even een share-screenie ga ik doen. Uh, zoals dat dan zo heet. Uh, doe ik dit nou goed? Volgens mij wel. En laat me dan vooral even weten. Ja, precies. Ik wilde even naar Instagram gaan. Want ik heb gewoon al heel lang geen Instagram gezien. En ik vind het wel leuk om even te kijken wat er allemaal gepost is in de afgelopen weken. Nou, Perry natuurlijk. Perry Evel. Die kennen we allemaal van de supersnelle vlogs. Waarin hij mooie dingen laat zien. Supersnel. Als hij iets besteld heeft. En dat hij er leuk bij tekent. Dat vind ik erg grappig. We hebben Kikker. Ja, volgens mij is dat dan echt uh, de eerste die je geplaatst hebt, Kikker, na je vakantie. Wat een mooie cover is dat, zeg. Van uh, Dark Horse 2000. Oh, Maverick 2000. Oké. Okay. Beeldende verhalen, die kennen we ook. De Crimson Crisis. Wat me wel opvalt is dat mensen op Instagram de hele tijd multiple posts doen. Dus je ziet je helemaal suf te swipen tegenwoordig. Even kijken, kunnen jullie het nou wel of niet zien, vraag ik mij af. Ik denk dat jullie het wel kunnen zien, hè? Ja, oké, okay, heel goed. Ik kan het namelijk zelf niet zien wat ik doe. Dat is niet zo handig. Laat ik dan even mijn mobiel erbij pakken. En dan kan ik even naar mezelf kijken. Zonder spiegel. Dat is wel zo leuk. Eens kijken of het lukt allemaal. Heb oké, okay. zo so, wordt het alweer goed. Zoals ik al zei, ben er een beetje uit. So bear with me today. Uh... En yep, ja, hier ben ik. Dan gaan we so natuurlijk bear mezelf... with me today. Ja, yeah, mooi. Dat is leuk. Dan kan ik naar mezelf luisteren. En ik zie dat jullie gewoon shizzle zien. Dat is wel zo fijn dat het ook nog werkt. Even kijken hoor. Perry Evel. met een mooie Wolverine cover. En Jeroen, hè? Ik was wel benieuwd wat hij allemaal geplaatst heeft. Laten we eens kijken wat hij allemaal voor moois heeft geplaatst. En of je ook op vakantie is geweest. Want ik ben er dus helemaal uit. Een beetje. En dat merk je ook wel een beetje dat het nog een beetje stroef gaat vanavond. Wonder Woman Annual. Mooi. Mooi. Wendigo. Mooi hoor. Mooie, mooie tekening ook. Ah, deze had ik laatst zelf ook, volgens mij. Nee, jawel, dit is de Masters of the Universe uh, film special. Leuk man. En we gaan het trouwens over He-Man hebben bij Retro Smash aanstaande vrijdag. Dan gaan we praten over He-Man Revolution, maar we gaan het natuurlijk ook hebben over Dolph Lundgren, want eigenlijk moeten we het elke aflevering gewoon hebben over Dolph Lundgren. En we gaan het hebben over de filmation He-Man, waar het eigenlijk allemaal voor mij mee begonnen is. Daar heb ik erg zin in. Generation X, ja, heb ik er ook een paar van. Mooi. Oeh, dat ziet er gezellig uit. Dat is die dame volgens mij die uit een tv uh, klimt, uh, of niet? Volgens mij. Een mooie Batman. Een mooie tekening zeg. Potverdorie. En de Max. Heel nice. Eh, dit is echt zo'n favoriete cover van mij. En een favoriete comic. Dit was de eerste comic waarin de Goblin werd geïntroduceerd door Roger Stern en John Romita Jr. Ja, beter dan dat wordt het eigenlijk niet meer in het leven dan dit soort comics. En uh, het Hobgoblin is altijd een van mijn favoriete bad guys gebleven. Nou, ook van Jerome, zie ik. En dat is zo'n fantastisch verhaal. Als je het nog niet gelezen hebt, koop de Origin of the Hobgoblin. En als je wat meer geld hebt, koop je gewoon de omnibus van Roger Stearns' Spider-Man. En dan heb je een gelukkig leven. Trust me. Super ham. Met een burn cover, ook mooi. I ja, went shopping today. Leuk hoor. Ja, Captain Marvel, dat hij dat leest, wat grappig. Ik heb het niet zo met Captain Marvel. Ik vond het leuk toen ze in elkaar getimmerd werd door weer <laughs> van de X-Men. Ik vind Carol Danvers een beetje niffig. Ik weet niet, ik kan het niet echt met haar vinden. Maar het zou ook wel met Brie Larson te maken hebben. Die is ook een beetje niffig. Oh, dat is ook mooi zeg. Vergeet alles te liken, maar dat is ook een beetje... Uh, man, dat gelijk altijd. <laughs> dat, dat zeg ik terwijl ik jullie altijd vraag om mijn video's te liken. Om het algoritme te spekken. Ja, generatie X2. Nou, toffe shizzle. Even kijken of we nog wat in de chat hebben zitten. Dolph, The First Movie Punisher. Ja, absoluut. The Punisher is echt wel een uh, toffe film. Met Jeroen Krabbe uh, als The Bad Guy. En uh, Luis Gosset Jr., als ik zijn naam goed uitspreek, als de sidekick van The Punisher. Eigenlijk een beetje. Ik was altijd een groot fan van Louis Gosset Jr. vroeger. Want ik vond die Amerikaanse uh, ninja films vond ik heel aardig. Daar ken ik hem vooral van. En Iron Eagle zit hij volgens mij ook in. Wat vond je van The First Punisher, Koen? Ik vond Dolph Lundgren het helemaal niet verkeerd doen. Ook al is het niet een acteur met het grootste bereik. Maar ja, hij heeft meer bereik dan Ryan Gosling. Want Ryan Gosling speelt altijd alsof hij een like is. Dus uh, daar... De, uh, Ryan Gosling kan ik het gewoon niet... Uh, kan ik niet mee vinden. Ja, een leuke film vond ik. Absoluut. Met een mooi Sinatra-nummer volgens mij. Winning isn't everything. It's the only thing. Dat is goed om te weten. Of het is een Sinatra-klon, dat weet ik niet meer. Maar dat is wel een goede, goede film. En uh, nie, ja, de Punisher. Het was niet helemaal de Punisher uit de strip, weet ik nog. En uh, hij draagt ook helemaal die schedel niet. hè. Dat is echt wel een beetje jammer. Dat hebben ze gelukkig met de Thomas Jane-film Goed gemaakt. Die is geloof ik uit 2004. En ik ben even vergeten wie daarna de Punisher speelt. En ik vind die Punisher die het uh, op Netflix doet ook niet verkeerd. Dat vind ik wel ook wel een goede Punisher. Dus. Uh... Ja, alle drie zijn ze eigenlijk wel leuk, hè? Ja, vind ik ook hoor. Ik heb alleen recent die van Thomas Jane gezien. Die vond ik heel leuk, maar die heeft een rare balans tussen keiharde actie en geweld en dan uh, comic relief, dus een beetje humor. Maar Rebecca Romijn zit daarin. Nou ja, fuck die shit, dat wil je gewoon zien. Als zij in een film zit, wil je dat gewoon zien. Klaar. Ook al ook is ze dan dit keer niet naakt. Uh, wat ze bij de X-Men praktisch wel is. Als een soort Smurf-in, maar dan met zie je de borsten van Smurf in. Niet, niet verkeerd. Een mooie vrouw. Leuke actrice. En uh, ja, ik vond de Thomas Jane eigenlijk niet verkeerd doen. Maar ik denk er is, was iets mis met de toon van die film. De balans was een beetje, een beetje off, vond ik. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Het is nog een vroege Marvel-film. Toen waren ze nog een beetje in het wiel aan het uitvinden. Dit is vlak na Spider-Man. En vlak na Daredevil. Daredevil was het 2003. Als je Daredevil nog niet gezien hebt. Van Mark Steven Johnson. met Ben Affleck in de hoofdrol. die dus later ook uh, Batfleck werd. oftewel Batman. die kan ik je van harte aanbevelen. maar koop of kijk de director's cut. Niet de theatrical cut. maar de director's cut. Dat is de betere versie, vind ik. Er zit Coolio in. Dat is een beetje jammer. Die kan niet echt acteren. maar goed, zwaar. Um, en Jennifer Gardner zit erin als Elektra. Nou, daar kan je van alles van vinden. of dat een goede casting is of niet. Ja, nu zouden ze zeggen: ze heeft niet de juiste etniciteit, dus dat mag niet. En dan denk ik: fuck you, het is gewoon wie is goed voor die rol? Zit niet zo te zeiken. Um, maar goed, Jennifer Garner is een leuke actrice. Ik vond haar film, Electra, de solofilm, ook helemaal niet verkeerd. Uh, maar je moet hem zien als een strip. Er zitten heel veel shots in die film. Die zijn, maar het zijn eigenlijk stripshots. Dan zie je bijvoorbeeld: een glas whisky houdt iemand vast in close-up. En dan zie je in de reflectie dat iemand op hem afloopt en zo. Er is wel over nagedacht. Ik vond hem eigenlijk wel leuk, Electra. Ja, en uh, wel een lekker ding. Ja, precies. Vrouwen mogen best lekker zijn als ze op het scherm zijn. Mannen ook. Maakt me niet uit. Het mag ook lekkere mannen zijn. Maar je kijkt niet naar. Nou goed. Uh, ik ga het niet over uh, die, die, die doos hebben die in Ghostbusters zit. Nou, in elke Netflix-comedy zo'n beetje zit. Die ik altijd maar uitzet. Jenny McCarthy of zoiets? Nee, niet Jenny McCarthy. Ik weet niet eens hoe ze heet, maar dat is gewoon... Het is gewoon verschrikkelijk. Te veel van die vrouw. Wat ik je even wilde laten zien, wat wel leuk is, deze kwam vandaag binnen. Dit is uh, Saltoon Ubba, dat is een comic van Wilbert van der Steen. En die comic heeft hij gecrowdfund, zoals dat zo mooi heet. En dit is boek 1. En ik laat je even... Dan krijg je een, een, een ding is erbij, een uh... Een boekenlegger, is ook leuk. Maar hij heeft ook een opdracht erin getekend. Het is echt een drieklaps uh, cover. Nou, hoe cool is dat? Met een Spider-Man erbij. Nou, oh, dat vind ik heel lief. Echt uh, leuk. En um, ja, waar gaat het eigenlijk over? Ik wil er eigenlijk niet te veel over vertellen. Wilbert verkoopt het als een gay comic. Maar volgens mij zijn comics hebben geen seksuele voorkeur. Het nou, is een beetje een flauwe grap. Het gaat natuurlijk over twee mannen die een relatie hebben. En uh, ik laat je gewoon even wat zien. Dat is goed. Wilbert is zelf ook getrouwd met een man. Dus die weten wel wat van... Ik ga even voorlezen waar het over gaat. Het is wel een lang verhaal. So bear with me. Maar um, in, een kunst, uh, in een kuststad wonen Salto en Ubba. Ze hebben een hond en een kat. Honderd en Honor. In het lokale theater Pontus treedt Salto op. Als Salto por favor heeft... Een beerleske act. Een beerleske act. Dat zijn de bears. Weet je wel? Dat zijn mannen die van mannen houden die nogal behaard zijn. en een baard hebben. Dus ik zie het in de doelgroep. Uh, Ubba heeft een kleine schoonmaakbedrijfje, Sponsproof. Het toeristenseizoen neemt af en de boekingen voor optredens ook. Salto wordt daar zenuwachtig van. Hij en Ubba hebben daar vaker een discussie over gehad. Op een avond is Ubba het zat en kapt Salto af met de woorden: Zoek een project. Nou, dan krijgen we allemaal mensen die hem prijzen eigenlijk. Dat ga ik niet allemaal voorlezen. Maar dat is wel leuk. Dat is slim. Van uh, Wilbert. Hier zien we Wilbert van der Steen. Ook een man met een baard. Maar volgens mij geen uh, bearhugger. Ik weet niet precies hoe je dat noemt. Noem je dat nou gewoon een bear? Nou ja, Wilbert, corrigeer me maar als ik het fout heb. Het ziet er leuk uit. Ik heb zin om dit te lezen. Ik vind het leuk dat hij een crowdfunding-actie heeft gedaan. Hij heeft al meerdere strips gemaakt. Ajax en Poor, onder andere met uh, Marc Legendre. Marc Legendre, die flink, dus vliegen ook de spatten vanaf, zeg maar, de vonken vanaf nu. Bij Verse Viers in Apple. Die gaan lekker tekeer tegen Politieke Correct Geneuzel. Hou ik van. Heerlijke kerels. Vooral zou doorgaan. En uh, ja, Wilbert is gewoon uh, een hele goede tekenaar. Dus, mocht je deze hebben gemist. De crowdfundingactie, dan is het misschien een idee. Misschien liggen ze ook wel in de winkel. Dat weet ik eigenlijk niet zoiets. Zo, zo en um, ik hoop het wel. En anders moet je meedoen voor boek 2. Maar ik denk dat die ook wel gewoon te koop is. Uh, online waarschijnlijk bij Wilbert van der Steen. Dus um, ja, Robin is zelfs gay. Het zal allemaal wel koen. Het is gewoon allemaal virtue signaling bij uh, Das See Comics. Gaan we het verder niet over hebben. Ik vind het allemaal een beetje, beetje overdreven, al die roep naar representatie. Ik vind het prima dat er meer mensen van verschillende, ja, hoe zeg je dat? Different feathers worden getoond en zo, maar je moet niet, het is bij hun alleen maar, weet ik veel, bij, bij Marvel en DC is het vooral, en bij Disney is het vooral virtue signaling wat ze aan het doen zijn. <laughs> Nou, ik weet niet of Tim uh, met Tim, nou... Volgens mij is er weer een nieuwe Robin, Kikker. Maar dat weet ik eigenlijk niet zeker. Hey, Sanimation. Goed en avond. Je hebt net mijn uh, introductie van Salto en Uba gemist. Die krijg ik vandaag binnen. Dat is leuk. Crowdfunding van Wilbert van der Steen. En um, nou ja, die kijkt ook nog wel eens bij het programma. Dus mocht hij vandaag nog binnendroppen. Dat is wel zo gezellig. Maar je weet het niet wat mensen aan het doen zijn. Het is een mooie woensdagavond. Mooi als in de zon schijnt. Ook hier nog een beetje. Um, ik ben altijd blij als het weer winter is. Maar goed, waar gaan we het over hebben? We gaan het even hebben over iets heel erg grappigs, vind ik. En dat is namelijk Frankrijk. <laughs> ja, het is sowieso een grappig land. Jammer dat die Fransen erin wonen. Maar er was wel iets leuks te melden uh, bij Apple. En dan ga ik toch wel even spieken of dit dan weer gaat lukken. Dat hoop ik dan wel. En dat is. Even kijken hoor. Uh, yep. Yep. Ik, even naar mezelf ja. te... ik doe even mezelf uit. Het gaat dus niet helemaal soepel vandaag. Ik ben een beetje stroef. Ik zit al twee weken zonder koffie. En dat uh, is best uh, lastig, kan ik je vertellen. Ik heb erg zin weer in een bakje, maar ik ben gestopt met koffie drinken voor gezondheidsredenen. <laughs> ik hoop dat ik het volhou. Anyway, We gaan even naar de Apple update. Dat is een beetje het idee in ieder geval. Want daar hebben ze echt een hele leuke een hele leuk bericht. Nee, volgens mij zien jullie het niet. Potverdorie. Een heel leuk bericht. Ja, zie je. Je zit nog naar mij te kijken. Dat is weird. Oh ja, Minnebo, wakker worden. oké. nou weet ik het weer. Goed, Franse manga-cultuur. Ik, ik volg de Apple-update. Dat is een nieuwsbrief. Van Apple, daar kun je gewoon gratis op abonneren. Soms hebben ze ook strips daarin. Dat is heel grappig. En Kurt Morrisons, held-Kurt, die schrijft dat volgens mij. En uh, ik ga je gewoon even het bericht voorlezen, want ik vond dit best wel grappig. Het is een beetje schadefreude, maar goed. Franse manga-cultuur. Wij vonden het een fantastisch idee. Een paar maanden geleden introduceerde de Franse president Macron de passe culture. Een cadeau van 300 euro voor alle 18-jarigen om te besteden aan cultuur. Wat blijkt nu? De doelgroep blijkt dat geld massaal, blijkt van dat geld massaal manga te kopen. De boekhandels hebben de pascultuur ondertussen al naar pas manga. Ik weet niet precies hoe je manga uitspreekt in het Frans. Niet la bande dessinée, denk ik. De Franse president krijgt nu een hoop kritiek omdat hij geweigerd heeft om een onderscheid te maken tussen hoge en lage cultuur. Wat natuurlijk een beetje een stomme Tomme redenering is van die politici, maar daarom noem ik politici ook professional idiots. Zeker naar na hoe ze corona hebben aangepakt, maar eigenlijk zitten gewoon allemaal leipos lijkt wel, in die, in, die, in, die, in die kabinetten en in die uh, regeringen en weet ik het allemaal. Want natuurlijk het, is strip ook hoge cultuur. Dus juist in Frankrijk, waar ze allemaal het, lopen te roepen dat het de negende kunst is, kan je toch eigenlijk niet zeggen. Dat er een onderscheid is tussen hoge en lage cultuur als je strips leest. Maar goed, ja, wij worden ook onwel wanneer dit soort onderscheid ter berde wordt gebracht. Zie je, Kurt snapt het. Los daarvan zullen ook veel Fransen toch wel even geslikt hebben. Een land waar de strip zo hoog wordt ingeschat. En dan gaan die jongeren massaal over op manga lezen. Tja. Het kan verkeren. En wat ik dan leuk vind aan het einde van, deze, van dit bericht van Kuurt... is namelijk dat hij er toch een positieve draai aan geeft. Maar het voornaamste is... dat die jongeren nog wel degelijk warm gemaakt kunnen worden voor strips. Applaus dus voor de Franse jongeren. Oftewel, le jeu du France. Of zoiets. Als dat ik dat goed uitspreek. Dus um, ja. Dat vond ik wel een leuk bericht. Even, hoe zitten jullie daarna te kijken naar zoiets? Ik vind het wel... Namelijk een signaal dat de jeugd van een land, en zeker een stripland als La France, waar Le de Bande Dessinée hoog op het menu staat, op het leesmenu, en waar we heel veel uh, klassieke stripfiguren uitkomen, dat de jeugd in Frankrijk denkt: ja, we willen wel strips lezen, maar dat moeten wel manga's zijn. Want merde, die zijn leuk, weet je? Dus ik heb zomaar het idee dat de klassieke strip ook daar steeds minder ja, lezers vindt. Dat de jeugd van tegenwoordig. <laughs> niet de jeugd van tegenwoordig uit Nederland, die zo leuk rappen. Maar die Franse jeugd van tegenwoordig. Ik weet niet hoe je dat precies moet uitspreken in het Frans. Ik heb drie jaar oorlog gehad met mijn lerares Frans. Was ook zo'n vrouwtje. Met, met rood, spoeterig haar. Weet ik het allemaal. Dat was echt een guerre, kan ik je vertellen. Ik ben blij dat ik er vanaf ben. Het was best wel een aardig mens. Maar ze gaf gewoon het verkeerde vak. Maar ik heb het idee dat al die klassieke strips. Zoals kluifje en noem ze maar op. Dat het gewoon de jeugd geen reet interesseert. Die willen helden die hun aanspreken. Die willen een stripstijl die hun aanspreekt. Manga is dynamisch. De helden zijn anders. Uh, Japan heeft een interessante grammatica voor de strip daar. Met allerlei culturele codes. die je een beetje moet kennen. om manga helemaal te begrijpen. Dat is erg fascinerend. Dus ik denk dat, 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 dat dit een teken aan de wand is. dat die Franse stripscene. een enorme bloedtransfusie nodig heeft. Van nieuwe ideeën en radicale ideeën. En makers, zou ik zeggen. Kijk, manga is awesome. Zelfs liever dan een comic. Ja, zeg, dat is Vloeken in de Kerk. Dat begrijp je ook wel. <laughs> nou, dat mag natuurlijk. Je moet gewoon lezen wat je leuk vindt. Al is het de songteksten van Marco Borsato. Nou, dat gaat wel erg ver trouwens. Maar goed, bij wijze van spreken. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Ik gooi het gewoon in de groep hier. Le manga? Is dat, waar, hoe zou dat, wat speelt zich daar af in Frankrijk? Wat denken jullie? Lees, en lees je zelf ook manga? Want ik ben eigenlijk een non-manga-lezer. En dat is gek. Want toen ik begon met uh, mijn website Mike's Webs in 2006... is een van de eerste stripmakers die ik heb geïnterviewd... was uh, een manga-tekenares... Uh, in Nederlandse trouwens, want er wordt in Nederland dus best wel wat Neder-manga. En ik lees trouwens wel natuurlijk de puinhopen van Sari, van Johan Neefjes. En uh, Schumacher heette ze. En ze heeft later haar naam veranderd. Het was een heel leuk gesprek, weet ik nog. Ik ben even haar voornaam kwijt. En die maakte toen ook manga en die had me toen wel een paar leestips gegeven. En ik heb wel eens met M.A. de Jong erover gesproken, over manga. Maar het is bij mij nooit echt binnengekomen. Ik vind wel anime tof. Laatst vroeg iemand me nog: heb je Akira gelezen? Nee, heb ik niet gelezen. Ik heb het wel gezien. Ik heb de animatiefilm Akira gezien. Dat vond ik best tof. En ik heb Uretjuk gezien, als ik dat goed uitspreek. En andere dingen. Uh, Spirited Away en weet ik het allemaal. Ik hou wel van anime, zo op zijn tijd. Lekker. En, uh, maar manga, ja. Het is ook een beetje: je moet ergens beginnen. En waar moet je dan beginnen? Als je zo'n hele stripcultuur gaat. Uh, gaat ontdekken, zeg maar. Ja, het is heel artistiek, Koen. Absoluut. En heel dynamisch. En dat vind ik, uh, vind ik heel erg fijn eraan. Ja, absoluut. En het is, wat ik zo gaaf vind aan die anime-shizzle... is... Dit, 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 je ziet het gewoon ook bij de animatiereeksen... die wij hebben gezien vroeger als kind. Want dat was ook heel vaak in Japan geproduceerd. Die camera die gaat alle kanten op. En dat is dan helemaal getekend. Transformers is ook eigenlijk volgens mij een anime. Want het wordt ook door Japanners getekend. Als ik het goed heb. He, de oorspronkelijke, de oorspronkelijke uh, uh, Transformers. G1, moet ik zeggen. Want die shit op Netflix. Die 3D-animatie shit. Nou, dat is, dat is niet Transformers. Dat is gewoon pratende broodroosters. Die niks te doen hebben. Fuck off, Netflix. Met je nep-Transformers, motherfuckers. Bah. Maar G1, die heb ik. Laatst weer helemaal op mijn harde schijf gezet. Dat ga ik weer helemaal kijken. Daar heb ik echt zin in. Het is mooi geanimeerd. En die camera die gaat ook alle kanten op. En je hebt heel veel snelheidslijnen. En weet ik het allemaal. Dat vind ik echt gaaf eraan. En wat ik leuk vind aan manga is dat ze zo kunnen spelen met tijd. Een drie pagina's kan één seconde zijn. En dan bevrijden ze van spreken. En soms is drie pagina's is 30 jaar. Bij wijze dat is een beetje overdreven. Maar je snapt wat ik bedoel. Ze spelen heel erg met tijd en met perspectief. En je hebt van die codes om de emoties te lezen. Het is uh, een fascinerende, fascinerende shizzle. Crying Freeman. Ja, ja, ja. Ja, dat was wel heftig. Als tiener heb ik dat gezien. Er worden vrouwen geneukt door enorme tentakels en dan spatten ze uit elkaar. En toen dacht ik: Oh, is seks zo? Nou, dan moet ik wel een doekje meenemen. natuurlijk... Sex in mijn. Ik heb natuurlijk niet dat soort wilde seks. Maar. Nou ja, goed. Porno is sowieso niet. Kids, don't do porn. Porn is niet representatief hoe, hoe seks er echt aan toe gaat. Tenminste. Äh, laat ik dan voor mezelf spreken. Misschien bij jou wel. Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, Ghost in the Shell vind ik ook gaaf. Maar ik heb laatst Ghost in the Shell 2 gezien op Netflix vorig jaar. Daar kon ik weinig chocola van maken, Sanna, moet ik zeggen. Eerlijk gezegd. Ik heb ook de film met Scarlett Johansson gezien. Die snapte ik dan wat beter. Ja, Japanse tentakelsporno. Dus uh, nee, nee, kikker. Het is niet. Ja, misschien bij jou wel hè. Misschien is bij jou elke avond een chocadoitje uur, in de slaapkamer. Dat weet ik niet. Misschien wil ik, <laughs> wil ik dat ook niet weten. Maar, <laughs> maar in ieder geval, het schijnt, het schijnt toch een beetje anders in elkaar te zitten. Hé, moet even, moet even bijkomen. Het wordt warm hier. <laughs> ik weet niet precies waarom. Anyway, noem de, uh, wat vinden jullie van die situatie dat in Frankrijk de jeugd dus eigenlijk alleen maar manga leest? En die zeggen: uh, 13, kluifje en robberdoes, dat is shit dat mijn vader leest. Dat lees ik niet. Hey geek man. Goedenavond. Nou, we zijn alive and kicking. Hoe is het met jou? We hebben het net over, over het feit dat in Frankrijk de kinderen dus geen strips meer lezen, maar manga. Geen La Bonde de Cine, maar La manga. Want daar zijn ze fan van. En dat vind ik een teken aan de wand. Ik weet niet precies wat moet kunnen, Koen. Maar oh, je bedoelt de tentakelporno. Ja, vind, ik vind het prima. Ik, uh, ja. Pff. Zolang er geen uh, dieren zijn, uh, zeg je dat harmed tijdens de opnames. Vind ik het allemaal goed, joh. Ja, en je moet gewoon kijken wat je lekker vindt en wat je leuk vindt. Hey Matthias, goeie avond. Wat heb je een grappige avatar? Is dat je konijn, of heb je gewoon een willekeurig, tonijn, uh, tonijn, willekeurig konijn online geplukt? Ja, tijden veranderen, dacht ik ook. En, en je moet met de mode meegaan, denk ik dan. Ja, is dat wat? Laat lees jij ook volgens mij. Hè? Ik hoorde bij Perch daar wel uh, is, uh, dingen over, bij uh, Comics by Perch. Dat is een uh, YouTube-kanaal wat ik volg. En wat ik, uh, waar die heeft altijd wel interessante onderwerpen heeft. Hoewel hij wel heel erg veel ook onderwerpen van Twitter vandaan haalt. En Twitter is natuurlijk een open riool, dat weten we allemaal. Mensen die zijn daar vooral bezig met elkaar de hersens in te slaan, figuurlijk, en te blokken. En uh, ik weet niet of dat nou de juiste plek is om, uh, om je informatie vandaan te halen of om, dat, om die thema's mee te nemen. Maar goed. Hé, hey Perry, ik dacht dat jij al uh, vakant was. Ik heb het geluid niet aanstaan, want ik ben op visite. Maar ik denk. <laughs> Ik communiceer wel eventjes... ...naar de man die het geluid uit heeft staan. Ja. Yeah, yeah. En ik laat deze toch nog een keertje zien... ...want dat vind ik wel leuk... ...dat hij binnen is gekomen. Salto en Ubba. De solotitel van... ...Wilbert van der Steen. Nou, hij had natuurlijk ook al zon en licht uitgebracht. Dit is andere koek. Dit is een gay comic. En er staat een steenboek. Dat is hoe dat, hoe dat heet ook. Hè? Dat is ook grappig. Kun je dat een beetje zien? Ja ja, vind ik leuk. Ik vind het leuk dat het uit is. Ik dacht eigenlijk dat het pas in november uitkwam. Kun je nagaan hoe we bij de tijd ik tegenwoordig ben met dat soort dingen. En opeens lag het op mijn de deurmat. The Way of the House Husband. Een geweldige manga. Voorma voornamelijk yakuza Kiril. Voormalig yakuza kierol Die de alledaagse huishouding Yakuza-stijl doet. dus uh, <laughs> Dat is dodelijke stijl volgens mij. Maar misschien vergis ik me daarin. Legend of Mother En ik vind het een ongekende toffe strip, zegt Perry. Nou, dat is tof. Laten we eventjes, terwijl jullie gewoon doorchatten in de chat. Laten even wat titels weten. Gaan we eventjes terug naar Instagram. Gaan we even verder kijken wat er nog meer te zien is. Movie Stills. Ah, de twee Bridges. Jeff Bridges with his dad, Lloyd Bridges. Leeft Lloyd Bridges nog? Dat was vroeger een hele goede comedian altijd. En Jeff Bridges vind ik heel tof. Dat is natuurlijk de dude... Ik hoorde dat hij een hele nare ziekte had. Ik hoop dat het goed met hem gaat. Perry met Nexus. En een Madman. Dat is cool. Van Dark Horse. Mike Allred tekent Madman normaal gesproken. Het is zijn personage ook. Nou Nog een keer de Wonder Woman 1-0. On this day in Comics, The Bad Plane, a.k.a. The Bad gyro, bad Badwin or Bad Jet first appeared in DC Comics Detective Comics 31 on August 10, 1993. Nee, 1939 binnen wel. Ja, zie je, ik heb geen koffie gedronken. Ik drink geen koffie meer, dan krijg je dat. Dit is natuurlijk een hele gave McFarlane. <laughs> ik zie dubbel. Ja, mooi. Mooi, mooi. Quint. Robert Shaw van Jaws. moet ook even liken. Stallone. Wist je dat hij ook al dik in de, de uh, 70 is? Still going strong. Hé, hey, dit ken ik niet. Dat ziet er leuk uit. Ik krijg weer heel veel Perry te zien. Zoals je weet, als ik... Uh... We krijgen wat van de vuil van Perry te zien. Dat is ook aardig. Dat is uh, een goede prop, zou ik bijna willen zeggen. Wat hij altijd heeft. Ja, niet helemaal mijn stijl, wat ik fijn vind om, qua tekenen, maar het is wel goed getekend. Deze hadden we al gezien. Kikker heeft een Iron Man. Hoe cool is dat? Een Tony Stark in your hand, buddy. Leuk. Stichting Marlene Frietjes, daar werk ik zelf voor. Dan ga ik even mijn eigen post liken. Dit is wat een van onze deelnemers heeft uh, geschilderd. Dat zijn mensen met avarie. Het is een. Uh, die hebben een taalstoornis opgelopen doordat ze hersenbeschadiging hebben opgelopen. Soms door een hersenbloeding en soms gebeurt dat door een operatie. Het is uh, een niet aangeboren hersenaandoening, wordt dat genoemd. En uh, sommige mensen kunnen helemaal niet meer praten. Anderen kunnen de juiste woorden niet vinden. Dat is best uh, heavy. Heel erg heavy zelfs. Maar we hebben ateliers door heel Nederland. Eigenlijk zit het centrum, uh, het eerste atelier was in Amsterdam van Marlene Fritsje zelf. Die ook AFC had. En die mensen kunnen dan schilderen en boetseren. En dat helpt. Het is niet zozeer bedoeld voor therapie, het is meer gewoon omdat mensen zich kunnen uiten. Door middel van het maken van tekeningen of boetseren of door te schilderen. En het is ook goed voor de sociale contacten. Want het is best heftig: Serial Geek. Die heeft Masters of the Universe. Die heeft altijd Masters of the Universe. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat hij van uh, de nieuwe He Man serie vond. Nou, dan hebben we nog eentje van Marlene Fritsjes. Ga ik weer mijn eigen werk liken. Niet dat ik dit geschilderd heb, maar ik zet ze online. Ik doe de communicatie voor de stichting. Kijk, Batman en Punisher. Die heb ik ook met de Joker. En het is een John Romita Jr. tekening. Dat is natuurlijk altijd likkerbaardend fijn. En dit is de Silver Surfer door Möbius. Oftewel Jean Giroux. Die zich misschien in zijn graf omdraait omdat ze alleen maar manga lezen in Frankrijk. En niet meer de inkal. Of weet ik voor wat. Maar hé, hey, dit is mijn vriendinnetje verwonderd. Ik ga haar vooral volgen op Instagram als je van mooie dingen houdt. Ik ga het gewoon even laten zien. Ik vind dat ze hele mooie foto's maakt. Terepum Laten we daar eens even naar gaan kijken. Mooie landschappen voor Nederland. We zaten ook lekker in Noord-Holland tijdens de vakantie. Dit is er. je hey, vriendinnetje, leuk om je te zien. Nu waren we op het strand met z'n tweeën, bergen aan zee. Nou, mooi molen. Een filmpje, maar ik denk dat het geluid niet meekomt. Maar dat is... Ik hou erg van dit soort dingen gewoon. Kijken uit het raam. Kijken wat de vogeltjes allemaal aan het uitspoken zijn. Nou ja, groovy shizzle. Heel erg leuk. Oh ja, en dit is haar andere Insta. Ik maak gewoon even reclame voor mijn vriendin. Vind je vast erg, maar dat is dan jammer. Dit is mijn live show. Ze maakt mooie, mooie uh, tassen onder andere. Ontwerp ze ook zelf. Dit is een instructievideootje. Pinatex en in Close-up. Dat is uh, ananas. Wordt gemaakt van ananasrestanten. Uh, Ananasleer noemen ze het ook wel. Even kijken of we een mooie tas kunnen zien. Dit is een tas die ze gemaakt heeft. Deze heeft ze ook gemaakt. Deze heeft ze gemaakt voor mijn moeder. Die was er heel erg blij mee. Echt een mega toffe tas. En af en toe plaatsen ze ook dit. Dit is nog een keer die tas volgens mij. Nou ja, allemaal leuke shizzle. Ik ga weer even terug naar het beeld hier. Dan gaan we kijken wat er allemaal besproken wordt. Heb hebt de complete manga set van Guyver. Echt heel cool en prachtig tekenwerk. Ook nog als film en anime serie uitgebracht. Ja, Fel die heeft volgens mij keelkanker gekregen. En die kan dus bijna niet meer praten. Die heeft met... Zo klinkt hij En er komt nou een documentaire uit. Die heet Fel. Dat is wel tof Sanne. Dat, ga... Dat, moeten we... Dat moeten we kijken. Dat ga ik in ieder geval kijken. Vel Kilmer heeft altijd een videocamera bij zich, al zijn hele leven, en die opnames zijn gebruikt om een documentaire te maken over zijn leven. En je ziet dan ook een, in de trailer zie je dan op een gegeven moment dat hij op een filmset staat en dat die regisseur zegt: "Nou, moet die camera uit, want we gaan draaien." <laughs> maar dan in het Engels natuurlijk. Dat is echt wel heavy shit. Oh kijk, het is al besproken hier. Ik loop weer een beetje achter op de feiten. Ja, Vel Kilmer. Is een goede acteur. Kiss Kiss Bang Bang is hier ook leuk in. Hoewel Robert Downey Jr. daar wel de... de, de hoe zeg je dat? De ster in is eigenlijk. De, die, die steelt de show. Fel was ook Batman. Batman Forever. En ik zou willen dat we van de Schumacher... Dat we de schumacher kart krijgen van die versie. Schumacher is natuurlijk overleden. Maar er schijnt dus dat er een serieuzere interpretatie is van die film. En al die serieuze scènes hebben ze eruit gesneden... Want het moest allemaal familievriendelijk zijn. Maar er schijnt dus een betere versie te zijn van Batman Forever. Nou, dat kan al snel. Ik zou zeggen, snijd Tommy Lee Jones eruit. Dan heb je al een betere film. Maar goed. Ik heb niks tegen Tommy Lee Jones. Dat is ook een fantastisch acteur. Maar die phoned dit in. Deze performance was gewoon, heeft hij gewoon op afstand even doorgebeld. Dat is echt heel slecht hoe die Two-Face speelt. En dit is natuurlijk de beste superheldenfilm film ooit: Spider-Man 2. Ja, laten we de doors niet vergeten, Sanne. Daar speelt Phil Kilmer, Jimmy Morrison. En dat doet hij heel erg goed. Phil, de man. Dus ik hoop. Ik weet niet hoe dat zit eigenlijk met als je keelkanker hebt gehad. Ik weet dat Michael Douglas het ook heeft gehad. Die gaf zijn vriendin de schuld. Hij zegt: Ik heb zoveel orale seks gegeven. Daar krijg je keelkanker van. Dit is geen grapje. Dat heeft hij werkelijk gezegd. Want er zit dan een of andere bacterie of zoiets. Weet ik veel. We hebben het net al over. Tentakelseks gehad, dan kan dit er ook nog wel bij. Potverdorie. Maar, uh... dag Koen. Live long and prosper, my friend. En doe jou aan de groeten van de week. Waar was ik? Oh ja, keelkanker. Um, dus Michael Douglas, die heeft nog zijn stem. Ik weet niet hoe het gaat met Vel Kilmer, hoe dat precies zit. Ik hoop dat het goed met hem gaat. Maar ik denk dat zijn carrière als acteur wel een beetje voorbij is als hij zijn stem niet kan gebruiken. Dus dat is natuurlijk heel naar. Wat ik had begrepen over die documentaire, dat is wel interessant. Je hoort namelijk Fel Kilmer de voice over doen. En dan denk je, ja, dat kan niet. Want die man kan bijna niet praten. Dat klopt. Dat schijnt de zoon van Fel Kilmer te zijn. En die klinkt net als zijn vader. Ongelofelijk. Ik zie er bijna uit als mijn vader. We hebben allebei een baard. Hij heeft dan niet zo'n petje, hij heeft een ander soort petje altijd op. Maar um, ja. Dat vind ik wel frappant, Zeg dat die, diegenen zijn zo sterk dat alle Kilmers die klinken als Fel Kilmer. Staan ze wel een gave naam Fel? Ik vraag me af of dat een, uh, een Native American name is of zo. Fel. Of zou die Valerie eigenlijk heten? Dan wordt het minder sexy. Dat ze dachten het is eigenlijk een meisje of zo. Weet niet hoe dat precies zit. Goed, daar gaan we het ook niet over hebben verder. Nou, de chat blijft een beetje leeg. Misschien zijn jullie allemaal in slaap gevallen. Dat kan. Dit is ook puur geïmproviseerd. Ik dacht, ik ga gewoon eventjes lekker zitten. En uh, gaan we even met elkaar kletsen. Gooi nog maar iets in de groep. Ik ben hier nou toch. Wil je misschien een vraag stellen? Heb je misschien iets leuks gezien van de week? We gaan het nog niet over hiermee hebben. Daar wacht ik liever even mee tot vrijdag. Als ik met Chacarino ga praten over The Masters of the Universe. Uh, Revelation van Kevin Smith. Jezus, Kevin, wat heb je nou weer gedaan? Oh nee, we gaan het er niet over hebben verder. Um, ik ben fan van Kevin Smith. Ook al zakt het de laatste paar jaar erg in... sinds hij constant stoned is. Dat is wel jammer. Ik denk de, best, de beste film die hij ooit gemaakt heeft is Clerks 2. Hij schijnt aan Clerks 3 begonnen te zijn... Ik hou mijn hart vast wat dat wordt, eerlijk gezegd. Want de laatste paar films zijn dus niet zo goed. Ze zijn wel vermakelijk. Maar ik denk dat je ook zo stoned als een genaam moet zijn om alles te kunnen waarderen. Mijn theorie is namelijk, omdat hij stoned is en humor is een kwestie van timing. Hij laat de scènes veel te lang doorgaan. Hij is veel te snel tevreden. Dus je hebt opeens, bij Tusk heb je Johnny Depp die een uur lang een Clouseau improviseert. En die scène had eigenlijk twee minuten moeten zijn maximaal, maar dat duurt tien minuten of zoiets. Het is echt... Verschrikkelijk om naar te kijken. Nou, dat wil ik je wel vertellen, Geekman. Die komen uit de printer. Dit zijn eigenlijk gewoon plaatjes die ik heb geselecteerd. Covers en, uh, en, en dat soort dingen. En die heb ik gewoon geprint. En dit is behang. <laughs> ja, ik kan helaas die deur niet verder open doen. Dus kijk je gewoon in de kast. En Batman zit in de kast. Dus misschien is hij toch gay. Koen is natuurlijk net weg, maar die zei van: Robin wordt gay in, in Amerika. En uh, nou, dat zal allemaal wel. Dit is dus behang wat je kunt kopen. Maar het is heel erg druk. Blijkt heel erg snel. Dus uh, we hebben één strookje gedaan. En ik heb daar verderop nog een strookje. Maar dat kun je gewoon dus bestellen. Ergens in een, in een bouwmarkt in België hebben we dat online besteld. Het is wel leuk. Uh, uh, Belgium Comics heeft het ook in zijn kamer hangen. En dit zijn dus gewoon printjes. Gewoon uitgeprint. En ik ben een tijdje geleden benaderd door een tekenaar. Die zei van, ik zie dat je printjes hebt. Dan kan het wel voor je schilderen. En dan heb je origineel werk. Maar dan zou hij dus McFarlane gaan naschilderen. En ik denk, ja gast. Ik heb liever gewoon een print van McFarlane. Eigenlijk heb ik liever een originele McFarlane. Maar goed, eh, je mag blijven dromen. Ik ben gewoon heel blij met dit. Het is een hele simpele setup. Alles is no budget hier al. Qua YouTube zoals je weet. En de, ja, ik hoop eigenlijk nog wel iets te gaan doen. Aan dat gordijn hier in de toekomst. Het is toch een beetje een donker gat. Maar dan moet ik mijn bureau een kwartslag gaan draaien. En dan heb ik een hele andere achtergrond. En dan ga ik een nieuwe achtergrond maken. Maar dat is iets voor de toekomst. Dat moet ik nog even gaan doen. Dus vandaar. Uh, Clucks 2. Amerikanen denken altijd dat Nederlands massaal een seks met dieren doen. Uh, is dat zo? Want dat heb ik nog toen ik in Amerika woonde. werd me dat niet gevraagd. Heb je een hond? En hoe lang doe je het al met je hond? Dus. Uh, maar het, is, het was trouwens wel de film waarbij ik de term interspecies erotica voor het eerst hoorde. Kijk, Kevin Smith brengt je wel wat dingen bij, weet je? Sowieso. Dus uh, dat. Uh, nou ja, heel veel. <laughs> ik ben even de draad kwijt. Maar dat is inderdaad wel een, een, een scène. Mensen die het nog niet hebben gezien. Er wordt een, uh, een ezel geneukt in de McDonald's. In een soort McDonald's. Like movies, laat ik het zo zeggen. Grappig dat ik dat deeltje Spider-Man met foto ook had. Die cover maakt herinneringen los. Ja, Appa, het is mijn, een van mijn favoriete covers. En uh, als je zin hebt om terug te bladeren op mijn kanaal, ik heb daar een hele vlog over gemaakt ooit. En tijdens Veda in oh, 2019, dus het is wel een tijdje terug. Je kan gewoon de, de afspeellijst van Spider-Man checken. En dan vertel ik het hele verhaal hoe die cover tot stand is gekomen. Dacht ik, leuk dat je er was. See you later, Alligator. Maar ik vind het inderdaad een prachtige cover. Even kijken, nou kan ik hem natuurlijk net niet helemaal laten zien. Maar het is uh, ja, een mooie fotocover. Ik wil eigenlijk die comic nog een keer in het uh, Amerikaans hebben, dus de losse comic. Want in de herdrukken van Marvel komt die niet zo goed uit de verf. Als je een, een Epic koopt, dan ziet het er niet zo mooi uit. <laughs> is dat niet zo dan? Oh ja, oké, okay, Perry. Nou, het deed ze, zou ik zeggen. <laughs> ja, ik kwam, dat is, laatst kwamen een paar Franstalige Belgen naar me toe, van die jochies, die net nou, net haar hebben, maar wel al mogen autorijden, zeg maar. En die vroegen of ze hun joints op straat mogen roken. En ik, weet ik veel, ik, 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 rook, ik rook nooit joints. Ik zeg, ja, tuurlijk mag dat, maak er geen probleem van. En toevallig spreek ik drie dagen later een uh, agent... Want er was iemand van zijn fiets afgeschoten, flikkert voor onze ogen. Dus we hebben even een ambulance gebeld en toen uh, de agent kwam er ook bij. Toen vroeg ik aan nee, hem mag dat. Zij na: nou, Het wordt gedoogd, maar eigenlijk niet. Dus ik ben benieuwd of die Belgische jochies nog uh, problemen hebben gehad daarmee. Oh, echt gaaf zegt Geekman. Uh, dat behang kan ik me nog wel herinneren. Oh, ja precies. Ja, dat ik het ging. Uh, dat ik in ieder geval ik heb zo'n vlog gemaakt dat ik het. Voor het eerst had geplaatst, zeg maar. Want ik heb geen vlog gemaakt dat ik het ga ophalen. Want het was gewoon met de post is dat binnengekomen. Ja, want in COVID-tijd kopen we bijna niks meer. Ja, nu wel weer gelukkig. Ik ga gewoon weer lekker naar de warme, warme bakken. Maar nu is het, is het zonder uh, kontkapje. Dat scheelt weer. En um, ja, genieten jullie een beetje van de vrijheid tussen aanhalingstekens? Want ze hebben eerst de boel opengegooid en daarna weer. In Lowland zou doorgaan, en toen ging het niet door. Wat natuurlijk echt een schande is. Maar Hugo de Jonge mag zich wel schamen, vind ik. Maar goed, dat, uh, dat vinden andere mensen misschien niet. Maar uh, ik denk dat het wel beter kan. Maar goed, ik heb, gisteren had ik een interessant gesprek met Koen daarover. Die is nou toevallig weg. Maar die zei ook van, ja, je, je druk maken over dingen die je niet kan veranderen... heeft eigenlijk niet zoveel zin. Dat vond ik eigenlijk wel, uh, dat, dat vond ik eigenlijk wel een goeie. Ik, ik geloof altijd in die theorie van zit iets in je cirkel van invloed of niet? Zit het in je cirkel van invloed, dan moet je er wat aan doen. Anders heeft zeiken erover geen zin. Want je kan er niks aan doen, want je hebt er geen invloed op. He, bijvoorbeeld, regen heb je geen invloed op. Dat Mark Rutte weer minister-president gaat worden binnenkort, als we ooit een kabinet krijgen. Misschien verbreken we het record van België ooit nog wel. Dat kostte, geloof ik, 300 jaar voordat ze weer een, een nieuw kabinet hadden. Maar, daar heb je, maar dat heb je allemaal niet zo erg in de hand. Het enige wat je in de hand hebt is wat je zelf doet. Hoe je zelf naar andere mensen toe bent. Hoe je tegen dingen aankijkt. Dus je hebt vaak geen controle over de dingen die je overkomen. Maar je hebt wel controle over hoe je daarmee omgaat. En daar geloof ik heel erg in. Dus als je ontslagen wordt van je baan. Dan kan je je baas de schuld geven. Of weet ik van wat. Maar je kan ook gewoon denken. Oké, okay, dat is nu gebeurd. Ik ga nu op zoek naar een andere baan. En niet erin blijven hangen. En dat is iets, dat zeg ik nu tegen jullie, maar dat is ook iets wat ik mezelf regelmatig moet vertellen. Eigenlijk geregeld, want regelmatig betekent dat ik het me elke dag op dezelfde tijdstip moet vertellen. Maar geregeld moet ik mezelf daar ook op wijzen. Als ik me weer eens kwaad maak over een domme recensie in een blad zoals vandaag, waarin iets staat wat helemaal niet klopt. Wat een eindredacteur gewoon weg had moeten halen. Wat uh, gepresenteerd wordt als een feit, maar het is geen feit. Dan moet ik gewoon denken: fuck die shit, het is niet mijn blad. Eh, weg ermee, klaar. Wat ik, ik heb het ook meteen weggegooid trouwens. Want ik was er wel helemaal klaar mee. Maar er zijn dingen waar je gewoon geen invloed op hebt. En dat moet je dan maar gewoon zo laten? Dat is gewoon hoe het ziet. <laughs> België is onkloppbaar op dat gebied. Ha, Hans. Ja, ik denk het ook. Weet jij nog? Weet jij nog hoe lang, hoe lang ze er toen over gedaan hebben? Want ik ben het. Was het, was het 200 dagen of was het 300 dagen? Of was het uh, de, de hele. 20ste eeuw, ik ben het even vergeten, maar het was in ieder geval. Uh... O, oh, geek man, dat geeft helemaal niks, hè? Dat je een vlog verkeerd herinnert. Man, ik heb zoveel vlogs gemaakt. We gaan naar de 600 inmiddels. Weet je dat ik zelf vaak niet eens meer weet wat ik gemaakt heb? Dan heb ik een comic in mijn hand en denk, oh, dat is tof voor een vlog. En dan wil ik bijna gaan draaien en denk, nou, nee, even kijken of ik, of ik het er al over gehad heb. En ja, hoor. Twee jaar geleden had ik die comic ook in mijn hand en heb ik het erover gehad. Dus, uh, don't worry, buddy. It's all good. Ja. Maar over België gesproken Hans, um, eigenlijk hadden we het net over Frankrijk, dat daar door de jeugd alleen nog maar manga gelezen wordt en geen Franse strip meer. Hoe kijk je daar tegenaan? Dat is helemaal waar, Appen. Je moet minder kranten lezen, of eigenlijk gewoon geen kranten lezen, terzij je af en toe je oude vis ergens in moet uh, bewaren. Je moet eigenlijk niet op fakeboeken zitten. Dat raad ik iedereen aan om gewoon niet op Facebook te zitten. Je leven wordt er beter door, trust me. En eigenlijk moet je het journaal ook niet volgen. Ja, dan kan je zeggen van... Ja, je moet weten wat de nieuwe regeltjes zijn op COVID-gebied. Nou, als je opeens de HEMA niet meer in kan... omdat je geen mondkapje op hebt, merk je dat zelf wel. Dus waar maak je, je druk om? Uh, het is heel goed voor je. Ik, heb, ik kan je een boek aanraden van Ellen de Botton. Dat heet The News. Het staat in mijn andere kamer. Anders had ik het nu even bijgepakt. En dat gaat eigenlijk over... Waarom het heel slecht is om nieuws te kijken. Of voor de structuur van nieuws. En dat is eigenlijk sinds dat boek uit is alleen nog maar erger geworden. Want alles is clickbait. Alles is voor of tegen. Er is geen weg meer in. En heel veel stukken worden alleen maar geschreven. Zodat ik dus pissed off ben en dan online er iets over ga zeggen. Dat is strategie: mediastrategie. Dat wordt ook gedaan om tv-series aan te prijzen. Maar daar gaan we het vrijdag meer over hebben bij Retro Smash. En dat heeft dan natuurlijk betrekking op. E-Man Revelations. Dus ik wilde niet te veel. Ik wil niet bekruid kruid verschieten, zoals dat zo mooi heet. Maar daar gaan we het ook over hebben. Over false advertising. En hoe dat uitpakt, zeg maar. Ik probeer inderdaad zo min mogelijk. Uh, eigenlijk het nieuws mee te krijgen, Appa. En dat is goed. En toen COVID begon, ben ik in de valkuil gestapt. om dat wel te doen weer. Want je wilde toch weten: wat de hel is er aan de hand? Is de zombie-apocalypse uitgebroken? Wanneer kunnen we weer dit of dat? Heb ik zelfs die hele saaie persconferenties gekeken. van, van uh, komisch duo Mark en Hugo. Eigenlijk niet zo'n komisch duo Mark en Hugo. En uiteindelijk ben ik ermee gekapt. Ik denk, ja, nou is het wel goed. Nou is het klaar. Welke variant heb je nu weer bedacht? Toedeldoki. Het zal allemaal wel. Ik ga wel weer uh, Marvel Superhelden lezen of zoiets. Dus dat is inderdaad een heel gezonde instelling om, uh, om te doen, eigenlijk. En lukt dat, je, doen jullie dat eigenlijk ook? Probeer je dan ook geen nieuws te kijken? En wat doet dat en hoe voel je je dan? Want ik, ik heb bijvoorbeeld uh, dus twee weken geen Instagram gedaan tijdens mijn vakantie. En ik ben dan wel benieuwd naar wat Kikker heeft geplaatst en wat Jeroen heeft geplaatst en een paar andere mensen die ik ken. Um, maar ik vind het ook fijn om mijn, hoog, mijn hoofd zo ja, een beetje leeg te houden. <laughs> leeg hoofd, precies. Maar ik bedoel dus natuurlijk dat ik gewoon ruimte heb voor mijn eigen ideeën. En gedacht is, wat voordat je het weet, ga je down the rabbit hole. Dan zie je iets. En dan wind je je op. En dan ga je dat opzoeken. Hoe zit het dan? En bla, bla bla bla. En dan ben je alleen maar bezig met andermans shit. En je moet met je eigen shit gewoon dealen. Dat is gewoon veel beter. Zoals Jordan Peterson zegt. Ruim je eigen kamer op. Als een van de 12 rules for life. En daar bedoelt hij eigenlijk mee. Zorg gewoon maar voor dat je eigen straatje schoon is. Dan draag je al bij aan een betere wereld. En ruim eerst je eigen kamer op. Ook voordat je gaat lopen zeiken bij anderen hoe zij moeten leven. Nou, dat vind ik een hele gezonde instelling. Want ik zie veel te veel mensen, die hebben dan zo'n vingertje. Dat blad wat ik vandaag zat te lezen, zat er ook vol mee. Ik denk, ja, ik heb al tien vingers. Ik hoef die van jou er niet bij te hebben. En uh, ik uh, bepaal zelf al hoe ik wil leven. Bert ga jij dan nou maar gewoon leven zoals jij wil leven. Dat doe ik het op mijn manier. Hans zegt, al is al jaren dat manga veel wordt gelezen. Er is een link tussen Japan en Frankrijk. Kijk naar Club Dorothee uit de jaren 80. Nou, dat, dat ken ik eigenlijk niet. Maar het ging eigenlijk om. Uh, ik ga het er toch even bij pakken, Hans. Dan kun je het even zien. De Apple-update, die had het erover. Er was namelijk een pas. De cultuur. Pas de cultuur uitgereikt. Van 300 euro. Aan alle 18-jarigen. En al die tieners. Die zijn massaal manga gaan kopen. Dus niet Le bande dessinée. Maar die denken. Manga, dat vinden we vette shit. En ik denk dat dat deels te maken heeft met. Dat het fris. En nieuw voor de mensen is. Ik denk dat het te maken heeft met games. En met anime. Die, uh, wat het goed doet. Dat het heel zichtbaar is. En met het feit dat gewoon heel veel strips stoffig zijn. En dat er weinig vernieuwing is in het Franse strip scene Heb ik het idee, eigenlijk. Goedenavond, John. Leuk dat je erbij bent. We hebben het over manga in Frankrijk, wat goed gelezen wordt. Maar we hebben het eigenlijk over van alles. Als jij nog iets in te brengen hebt. Ik ben er nog wel een paar minuten. Gooi het in de groep, zou ik zeggen. Want dat mag gewoon hier. Ja, ik heb gewoon water in zitten eigenlijk dit keer. Ik ben nu twee weken van de koffie af. En ik mis het nog steeds. Ik weet niet hoe lang ik dit ga volhouden. Geen koffie drinken. Maar ik was vandaag was ik echt een zombie toen ik opstond. En uh, dan, dan mis je het helemaal. Dat je denkt van... Oké, okay, nu had ik gewoon een injectie cafeïne moeten hebben. En dan was het beter gegaan. Dus het was een beetje een slow day. Dit is ook een beetje een slow stream. Eigenlijk. Maar zo langzamerhand kom ik er wel in. En dat is wel fijn. Dan kan ik een beetje poef draaien. Ik wil alvast verklappen... Dat Retro Smash in september geen uitzending heeft. Dan weet je dat alvast. We gaan, in september gaan we er een maand uit. En dan komen we in oktober terug... En dan gaan we elke eerste zaterdag van de maand om 11 uur ochtends gaan we live. Dat maakt voor de mensen die de podcast later luisteren ook helemaal geen bal uit. Maar dat vinden we een fijne tijdstip. Dus zaterdagochtend om 11 uur. Ik kan zeggen kopje koffie erbij. Maar Jacques die zit dan aan de koffie en ik zit dan aan iets anders. En dan gaan we in oktober dus aan de slag weer met een nieuw seizoen van Retro Smash. Dat wordt dan seizoen 2. Maar ik vond het wel fijn om even een maandje eruit te zijn. Want we moeten ook nog research doen over de briefschrijvers van vroeger. Waar we het eigenlijk over zouden hebben deze week. Maar we hadden allebei geen tijd ervoor. Want we hadden <laughs> zijn allebei op vakantie gegaan. Maar hier kan er wat tijd over kletsen. Dus we gaan het lekker over hier hebben. En dat is een uh, mooi onderwerp. Ik heb mijn vintage He-Man toys nog steeds. Die staan hier in de kast. Niet dat ze gay zijn, maar ze staan gewoon in de kast. Wel bij Skeletor weet je het nooit zeker natuurlijk. Of hij gay is of niet. Hij heeft toch een beetje een hoog stemmetje. Maar goed, we doen nog even één ronde Instagram. Gooi dan ondertussen in de chat als je nog een leuke opmerking hebben of iets dergelijks uh, Instagram Michael. Dat is dit. On this day in comics hebben we net ook al gezien. Uh, dit is uh, Scully. Killian Anderson. Ja. Dat is natuurlijk gewoon een hele mooie vrouw. Ik had een enorme crush op Gillian Anderson. toen de X-Files voor het eerst uitkwamen in de jaren negentig. Goeie tong ook. En een middelvinger. Ook altijd communicatief. Leuk, leuk hoor. Even kijken. Deze hebben we al gezien. Belgium Comics heeft een vlog ook op Instagram gezet. Die was een comic de tweede kans aan het geven. Hé, hey, hier hebben we Sanne. Lord High Executioner, the legendary mafia boss Albert Anastasia. Zo, is dat dan de vader van de popzangeres? Ik vraag het maar even. Wat grappig. Hé, hey, daar hebben we Wilbert. Pink Floyd. Het is dit van Instagram. Uilenballen uitpluizen op een druilerige zomerdag. Da oh ja, zeker. Daan die heeft natuurlijk ook meegedaan met Vlogweek. En Vlogweek gaat terugkomen. Daar is mijn vriendin weer. Oi, Linda. Gezellig. En hey, Johan heeft toffe dingen. Marty McFly en Dr. Emmett Brown van Playmobil. I bought this gift for someone. Who am I kidding? I bought it for myself. I wasn't even aware there was a Back to the Future Playmobil till I talked to the, walked into the store. I talked into the store. Ik zag laatst. En DeLorean Transformer, Gigawatt heet hij. Dat is ook grappig. En uh, een Transformer van back to the, van, uh, the Ghostbusters. Hey, Marcel van Driel, onder andere kinderboeken schrijver, heel aardige kerel, goede schrijver. En ik weet nog wel, Hé, hey, Marcel, Hé, hey, wat een toffe hoodie is dit, zeg. Goeie shizzle. Dat gaan we even zeggen. Heb ik een? Hebben we nog meer Marcel? Want het Instagram-algoritme is een beetje gek. Oeh, dit is een mooie Batman-cover. One of the most iconic Batman-covers of all time? Detective Comics 31. Ja, dit is wel een mooie. Waarschijnlijk niet getekend door Bob Kane. Want die heeft eigenlijk verdomd weinig Batman getekend. Dat zou je verbazen, maar dat is helaas zo. Maar zijn naam stond er wel altijd op. Mysterieus, mooie cover zeg. We Bas. Die is ook in Frankrijk. Bas van Tuilingen, daar heb ik vroeger Next Level Heroes mee gedaan. Dat was zijn programma. Even voor de duidelijkheid niet mijn programma, maar ik mocht daar af en toe optreden. Erg leuk. Bad Collector, een mooie Michael Keaton. En zie je, kijk, alleen nog maar Marcel. Hé, hey, daar hebben we Kurt. Die dus ook de nieuwsbrief van Apple doet. Oké, okay, dat is allemaal een beetje... Daar gaan we even niet naar kijken. Uh, Secret Wars in het F Spaans. Denk ik. Cool. En hier, man, weer Bad Collector. Oh, kijk. Is dat uh, Scandinavisch? Swedish edition, jawel. Hoe cool is dat? Nou, die laat hij even niet zien. Nou, ook leuk. Is dat Ralf van der Hoeven? Ik denk het wel, hè. Nou, op een gegeven moment laat hij dit dingen niet meer. Dat is ook grappig. Nou, misschien is het uh, een internetprobleem hier. Zo, so. heb ik iets gemist? Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat we allebei uh, cheap comics hadden leeggekocht, gekocht, denk ik. <laughs> John of niet? <laughs> Hé, hey, goedenavond Dutch Luke Luke. Ja, weet je, ik was al een tijdje niet live geweest. Ik ben alleen thuis. I was very lonely, dus ik dacht ik zet gewoon eventjes de laptop aan en we praten weer eens wat. Dat vind ik ook leuk, zeg. Hebben ze al eentje van Night Rider eigenlijk, Hans? Dat zou ik ook nog wel leuk vinden. Ik geloof wel dat de Night Rider Lego is, als ik het goed heb. Maar dat weet ik, dat heb ik allemaal niet hoor. Ik heb alleen Night Rider van vroeger. Ik koop maar nieuwe toys. Maar uh... Ja, leuke dingen zijn dat, zeg. Oh ja, Marcel van Driel had ik het over. Marcel van Driel is dus een kinderboekschrijver. Hij heeft ook de serie Superhelden gedaan. Dat zijn er nu drie, drie delen. het vierde deel komt niet. Daar is hij mee gestopt. Het ging niet helemaal lekker, geloof ik. Maar hij heeft wel drie delen geschreven. En ik weet, toen mijn boek net uitkwam, zat ik samen met Dirtys. Dirtys had me uitgenodigd om te signeren in een bioscoop in Utrecht. Vlak bij uh, nou, hoog volgens mij daarom. En uh, daar was ik. En Marcel heeft toen een boek voor mij gekocht. En daarna ging hij naar een Spider-Man-film. Namelijk die Spider-Man-film die net uit was. En dat was de eerste Homecoming. Met uh, Tommy Holland. En uh, andere mensen. Michael Keaton als uh, The Vulger. En toen heb ik uh, een paar boeken verkocht. Uh, Melvin had allemaal cosplayers geregeld. Dat was echt super tof. En Marcel heeft dus een boek. Toen, en toen wilde hij eigenlijk nog dat ik het signeerde. Maar dat is toen niet gelukt, geloof ik. Dat zijn we toen vergeten. Dus we zouden eigenlijk ooit nog een keer in Utrecht gaan afspreken. Is er nooit van gekomen. Misschien moet ik Marcel eens mailen. Lijkt me een goed idee. Maar het is een aardige kerel. En hij heeft ook een boek geschreven over ja, creatief zijn en zo. Ik weet niet meer precies hoe dat heette. Maar dat was ook. Uh, heeft hij ooit een lezing over gegeven? Dat was ook erg leuk. Ja. Nou, <laughs> ik, ben, ik ben denk dat we wel een beetje er doorheen zijn. Tenzij jullie nog wat leuks te vertellen hebben, dan is het eigenlijk wel een mooie show zo. Een uurtje praten over. Nou, we zijn er niet echt helemaal uitgekomen over waarom die, 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 die lezers in Frankrijk dan nog alleen maar manga lezen. Behalve dan dat manga gewoon tof is. En ik denk dus dat de Franse strip toch een beetje achterloopt op de tijd. Dat het misschien. Niet meer tijd is voor een nieuw Rick Ringers album. Dat misschien de vernieuwing niet zit in De Rode Ridder op een motor zetten. Maar dat het tijd is voor nieuwe personages. Voor nieuwe geluiden in de Franse strip. En, uh, en dan ook vooral mainstream. Want ik denk dat bij graphic novels wel aardig wat gebeurt. Maar um, ja, kennelijk spreekt dat die kids ook niet aan. Misschien vinden ze het wat te pretentieus. Wellicht kennen ze het helemaal niet. Misschien hebben ze een Margrethe Heer nodig in Frankrijk. Die uh, een graphic novel gids uitbrengt voor op school. Wat ze hier heeft gedaan. Inmiddels hebben we een nieuwe stripmaker, Des Vaderlands. Maar um, ja, dat heeft toch wel uh, geholpen, volgens mij, om de bekendheid te vergroten van stripverhalen. Nou, ik denk dat mensen dat niet helemaal met je eens zijn. Ik denk dat er wel mensen zijn die heel erg blij zijn met manga. Maar ik moet zeggen, dat is niet helemaal mijn métier om maar een Frans woord erin te zoden flikkeren. Um, want ik lees heel weinig manga. Ik kijk anime. Manga is een beetje een uh, blinde vlek. Beetje aan deze kant. Allemaal duisternis voor mij. Als ik vroeger iets... Toen ik nog stripjournalist was en ik wilde iets weten over manga... Dan belde ik altijd gewoon ME. Als ik informatie moest hebben. Want zij wist het altijd. Want zij is goed op de hoogte van manga. Toen in ieder geval zeker. En ze is ook begonnen in uh, manga-stijl. En dat vind ik wel leuk. Dat je dat in Nederland ook ziet. Dat er heel veel jonge stripmakers en maaksters... Rondlopen en die hebben allemaal van die tekenclubjes, van die manga-clubjes. En er komt heel veel, ja, heel veel creativiteit komt daar vandaan. Het is niet allemaal even goed, maar goed, je, bij beginnende makers heb je dat altijd. Uh, het is goed dat, het, dat ze het doen en je moet ergens beginnen, want anders leer je het nooit. Dus. Hè? Hey. Het is ook wel lekker rustig zo. Ja, ik weet niet of je... Misschien heb je geen notificatie gehad. Misschien had je gewoon het beters te doen. Uh, dat kan ook natuurlijk, Rutger. Komt er binnenkort nog een nieuw album van je uit? Of was dat november? Laat het dan maar even weten in de chat. Daar ben ik wel benieuwd naar. Volgens mij was je daar wel mee bezig. Als ik het uh, goed heb tenminste. Maar ik ben ook op vakantie geweest. Ik volg het niet allemaal op de voet. Zoals je weet. Maar hoe zie jij dat dan, die manga, uh, Rutger? Hoe denk jij dat? Waarom denk jij dat ze in Frankrijk meer manga lezen dan Robberdoes? Om het maar even heel simpel te zeggen. Jij bent een stripmaker, dus je hebt een vaste mening over. Dat is weird. Heb je iets besteld? Of wordt het gewoon op de Bonnefoy naar je toegestuurd? En invoerkosten? Waar moeten we dan aan denken? Als het pakketje tikt. Als er een tikkend geluid uitkomt. dan zou ik het laten staan als ik jou was. Zou ik die invoerrechten ook niet betalen, Sanne, als ik jou was? Oh, 30 oktober. Oh, goed. Vlak voor Halloween. Altijd goed. In een Zoom-vergadering met Margrethe Heer. Hmm, dat klinkt uh, mysterieus. Of zijn jullie gewoon stiekem een uh, Songfestivalclubje begonnen. waar ik niks van weet? Dat kan natuurlijk ook. Ja, het leest wel uh, lekker snel weg. Die dikke telefoonboeken. Wat ik heb begrepen is, mensen zitten in de metro op weg naar hun werk in Japan. En ze lezen dan zo'n boek uit op, voordat ze op hun werk zijn. Want het gaat gewoon ook heel snel. Misschien is dat het. Maar bedoel je dan eigenlijk ook, John, dat de aandachtspannen van de jeugd misschien wat korter is tegenwoordig? Wat wel eens wordt beweerd? Dat kan. Ben ik ben benieuwd hoe ze naar die persconferenties van Hugo de Jonge luisteren. Want die man is nogal lang van stof. En zoveel ze heeft hij eigenlijk niet te liegen, te zeggen bedoel ik. Nee, ging over een album. Puntjes op de i, etcetera. Ja, vooral de etcetera is natuurlijk uh, belangrijk. Heel goed. Ja, 160 tekens. Ja, Volgens mij had je op Twitter op een gegeven moment 240 tekens of zoiets. Dan kun je nog harder schelden tegen mensen en nog meer scheldwoorden gebruiken. Prachtig medium, met Twitter. Ik heb eigenlijk geen idee waarom manga, zegt Luc, wat lekker wegleest, nu opeens in Frankrijk populair is. Had het ook niet meegekregen. <laughs> nou, het stond in de Epo-nieuwsbrief. En ik had eigenlijk gehoopt dat het op stripspeciaalzaak.be ook stond. Maar, daar heb ik even gekeken. Nou, kon ik niet vinden. We hebben wel alle andere stripnieuws. Het is wel een leuke site. Als je op de hoogte wil blijven, raad ik je deze site aan. Want over het algemeen zijn ze goed op de hoogte. En ze doen ook recensies en dat soort Shizzle. En Eppe Esther Verkerst is 20 jaar geworden. Dat zou je niet zeggen als je naar de kijkt. Maar uh, ja, 20 jaar Esther Verkerst. Die zit dus vol in Apple. Ik schrijf niet meer voor Apple. Maar wat wel leuk is aan deze Apple, Er staat ook een briefing van Marvin. De stripverzamelaar. Die ook met uh, vlogweken heeft meegedaan. En uh, daar verwijst hij nog even naar. Naar de livestream die we samen hadden. En hij had een leuk idee voor Apple. Dus dat is ook een goed idee. Nou, er komt een Badgirl film aan. Nou, dat zal allemaal wel. Oh, Playmobil Asterix. Geen plaatjes. Dat is jammer. Ik was wel benieuwd hoe dat eruit zag. Nou ja, die is 102 geworden. Het spijt dat hij dood is, maar hij is wel 102 geworden. Jean-Claude Meijer, die heb ik ooit geïnterviewd op de Stripdagen Haarlem. Dat was wel een leuk gesprek. Er staat geen vlog van online, volgens mij. Dit dien er niet van mij. Iemand kan wel tekenen. Het is jammer. Ik hoop dat er dan ook een Nederlandse editie komt. Want als ik Frans moet lezen, moet ik altijd een tijltje volkotsen. Dat is niet, uh, is niet fijn. Even kijken of ze toch nog iets over die manga shit hebben. Bleek een moordemer. Ja, over stoffige strips gesproken. Tjongen, jongen. Nee, ik denk dat het. Uh, ik weet het niet. Het is of ontgaan, of het was misschien heel oud nieuws. Nou ja. Nee, het is eventjes. Uh, no comunicado. Ik heb eens die ghost in the shell gezien van Scarlett Johansson. Nu mag dat niet meer, natuurlijk. Dus ze zullen wel niet snel. Nu, ah ouw jongen, dat was toch een hoopje gedoe, man. Houd de gopsgei uit. Scarlett Johansson mocht het niet spelen, want ze was Azi niet Aziatisch. Nee, alsof dat nieuws is dat ze niet Aziatisch is, voor Christ's sakes. Nooit lost in translations gezien, uh, Wokies, denk ik dan. Voor Christ's sakes. Um, het is zelfs zo erg dat um, de Phoenix, Joaquin Phoenix, die heeft. John Callahan ooit geportretteerd in een film. En dan denk je: wie is John Call Callahan ook alweer? Het is niet hè, de familie van Dirty Harry Callahan, helaas. John Callahan is een gehandicapte cartoonist. die heel erg grof uit de hoek komt. Uh, die maakt hele botte cartoons, ook over zichzelf. De man heeft heel veel zelfspot. Maar Joaquin Phoenix mocht die rol niet spelen, want hij zat niet echt in een rolstoel. Laat het even op je insinken. Dat, dat is een acteur mag iets niet spelen omdat hij het niet echt is. En denk, ja, Josh Brolin was volgens mij ook niet echt Thanos. Volgens mij deed hij ook maar alsof en is hij digitaal opgepoest. Ik denk dat Tom Holland ook niet Spider-Man is. Last time I checked. Hij is wel heel erg atletisch, moet ik zeggen. En hij doet het goed. Maar come on, people, doe eens even normaal. Al dat, dat rare gedoe altijd over dat soort zaken. En dan wel juichen als een blank personage door een zwarte acteur wordt gespeeld. Want dat is dan wel progressief. Nou, dan is Scarlett Johansson in Ghost in the Shell is ook progressief. Klaar. Fuck off. Nee, dat vond ik echt, ze deed prima. En bovendien, wie kijkt dan, dan niet graag naar Scarlett Johansson? voor ah, hele, vrou hele volgestamme vrouwen worden lesbisch door Scarlett Johansson. For Christ's sakes. Dus zij verkoopt gewoon. Dan kun je wel een uh, obscure Aziatische acteur uh, nemen. Ja, het is allemaal een beetje genul in de ruimte. Maar goed, het zit niet in mijn uh, cirkel van invloed. Ja, je doet alsof voor Christ's sakes. Dat bedoel ik. Dat is precies wat ik bedoel. Dus... Walking Phoenix hoeft niet in een rolstoel te zitten. Het is ook handig om een acteur te hebben die. Kijk, ik snap wel. Wat het argument is dan, er zijn weinig rollen voor acteurs in rolstoelen. Ja, dat snap ik dan ook wel. Maar John Callahan, wat het probleem hiermee is met dit argument, is namelijk. John Callahan was niet alleen maar gehandicapt. Volgens mij leeft hij niet meer. Maar dat weet ik niet 100%. Voor mij is hij overleden. Je moet die mensen reduceren tot één eigenschap. Een huidskleur of een seksuele voorkeur. Of uh, ...reduceren tot dat ze in een rolstoel zitten... ...of dat ze afasie hebben. Mensen die zijn zo complex... ...en zo gelaagd... ...hebben een hele ruime persoonlijkheid... ...dat kan je niet reduceren tot één eigenschap... ...en dan zeggen dat is wat iemand is. En ik word daar echt... scheidsziek van. Sorry dat ik het zeg... ...maar als dat gewoon gebezigd wordt... Dan word, ik gewoon, ...dan word ik gewoon ziedend. En ik weet dat ik dat slecht is voor mijn bloeddruk... ...en waarschijnlijk vallen er nu een paar kijkers weg... ...maar dat vind ik echt... Mensen zijn complex. Mensen hebben goede dagen, hebben slechte dagen. Hebben goede kanten, slechte kanten. John Callahan was een tekenaar. Je was vooral was een mens en een man. En gewoon een tekenaar en een cartoonist. En dat hij in een rolstoel zat, was eigenlijk niet heel, erg, ja, niet heel erg relevant. Voor hem natuurlijk wel. Maar niet voor wat die man teweeg heeft gebracht. En dit vind ik wel een mooie opmerking. Wie was toch wel superman. Ja, Appen, dat ben ik wel met je eens. Christopher Reeve, die natuurlijk verlamd was geraakt tot hier, van tot daar, omdat hij van zijn paard was afgevallen tijdens een wedstrijd, uh, is eigenlijk, dat vind ik zo mooi in Christopher Reeve, die man die, die was, Superman hoort eigenlijk een lichtend voorbeeld te zijn, als personage, van hoe je kunt leven, het goede doen, altijd, binnen de krachten die je hebt dan, we kunnen niet allemaal vliegen en, uh, en, 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 en laserstralen afschieten, maar je kunt wel een voorbeeld nemen van hoe iemand leeft, en zo goed mogelijk leven. En zo Christopher Reeve die dan verlamd raakt. En dan probeert weer te leren lopen. En evengoed een rollen speelt. Dat is tof. Die man belichaamde echt Superman. En daar heb ik zo'n grenzeloze bewondering voor. Ik krijg gewoon kippenvel als ik daarover nadenk. Het is echt heel spijtig dat hij nooit heeft meer kunnen lopen. Maar hij heeft toch nog iets van tien jaar geleefd. En zo'n groot voorbeeld. Iemand anders die in die categorie past. Wat mij betreft is Michael J. Fox. Die heeft Parkinson. Ik heb toevallig... De movies dat middags gezien op Netflix. En uh, daar hebben ze een aflevering over Back to the Future. En dan de de vertelt de scenarist. En uh, mensen van de crew die vertellen al dat hij last had van Parkinson bij de opnames van twee en drie. Dat hij aan het rennen is door het westeren stadje. En dat zijn been niet helemaal wil. En toen was het nog niet bekend dat hij Parkinson had. Ik weet niet of Michael J. het al wist. Volgens mij waren dat de eerste verschijnselen. Want volgens mij heeft hij het gehoord in 1991 van de dokter. Hij heeft de diagnose gekregen. En toen heeft hij het een paar jaar nog verborgen gehouden, zolang het kon. Maar die man die leeft ook door, die heeft nu een eigen uh, show, had hij. Over, met een personage in park met Parkinson. En ik denk, ja, dat is één en één is twee. En natuurlijk, je hebt een fantastische acteur. en dan verzin je een personage dat ook Parkinson heeft. Dat is een no-brainer. Dat vind ik anders dan uh, Callahan-zaak, eerlijk gezegd. Maar goed. Ik vind dat ook, dat, dat vind ik dan iemand die iets positiefs uitstraalt. En hij heeft geloof ik: er zijn nu nieuwe medicijnen waardoor de, de, de tremors minder zijn. Nou, dat, dat is fantastisch om te horen. En dan denk ik: ja, dat is gewoon, dat zijn de echte helden. Weet je? Dat zijn de mensen die je verschil maken, die je, die je wel als voorbeeld kunt nemen. En dat je denkt van: als je het moeilijk hebt, of als je een kutdag hebt, of je hebt heel slecht nieuws gekregen omdat je ziek bent, dat je kan denken. Jay Fox en Christopher Reeve, die kwamen er ook doorheen, dan kan ik dat ook. En ik vind dat echt. Ik vind dat. Ik vind dat daar heb ik grote bewondering voor. En dat, is, dat, dat zijn, dat zijn echt de helden, klaar. En het zijn nog een keer goede acteurs ook. Goed. Uh, Rent is over. We Gaan even kijken wat jullie nog meer chatten. We zijn ineens random live en progressief. Nou ja, ben je agressief, <laughs> eigenlijk, geloof ik. Want. Um... Ik ben altijd van deze mening geweest, wat Kellen hem betreft. Ik weet niet precies wanneer je bent ingestapt, Mr. Q. Maar uh... nou, daar twijfel ik wel eens over, Rutger. Of jij niet stiekem Luke Luc bent. Of in ieder geval gereïncarneerd als Luke Luc. Want je loopt als Luke Luc. Je praat als Luke Luc. Je bent het gewoon. Je bent in ieder geval de beste cosplay Luke Luc die ik ooit heb ontmoet. Ja, natuurlijk kijk je elke. Elke hetero man kijkt graag naar Scarlett Johansson. Misschien zelfs uh, niet hetero mannen ook wel, dat weet ik eigenlijk niet. Maar uh, ja. Ja, een smurf natuurlijk. Een smurf zou een blauwe avatar. Dat, 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 alleen smurf, zoek ze maar. Dat, dat is de enige mogelijkheid, denk ik. Voor mij mag het. Het is ook een lekker wijf. En dat weet zij ook. Kijk. Het is alleen, ze is ook meer dan een lekker wijf, het is ook nog iets, volgens mij is ze heel erg leuk om mee uh, een, een biertje te drinken. En uh, is ze gewoon heel erg leuk als mens. Ze heeft leuke rollen gedaan, ook al meer comic rollen dan je misschien denkt, want ze heeft ook Ghost World gedaan vroeger, van uh, Jerry Zweigolf, Swa volgens mij heeft die geregisseerd. En uh, dat doet ze, dat was ze nog heel jong, dat is ze leuk, met Tora Birch, maar ik, een ik heb ook een zwak voor Tora Birch. Sinds American uh, Beauty ook. Zij is dan eigenlijk, wat mij betreft, American Beauty. En uh, ja, Scarlett Johansson. Potverdorie. Gerard Depardieu speelde eens Obelix. Hij was geen Gallier, dus dat mag eigenlijk niet. <laughs> ja, vind ik ook. Ja, maar dat deed hij toch wel rete goed, John. Dat vind ik echt leuk aan die live-action. Wat ik leuk vind aan de live-action Asterix. Behalve dan dat het Frans is. Dus als er ooit een gedupte. Uh, versie is in het Nederlands. Ga ik dat wel kijken, of Amerikaanse versie? Maar dat Depardieu, dat is de belichaming van Obelix. Hij heeft ook Vidocq trouwens gespeeld. Jaren geleden. Het was een hele dure Franse film. Uh, met heel veel special effects. Dat doet hij ook wel goed. Ik heb een zwak voor Gerard Depardieu. En dat komt eigenlijk sinds de film Mon Père C'est Als ik het goed uitspreek. Ongetwijfeld not. Want mijn Frans is niet zo piano. Maar uh, dat vond ik een leuke film. Ik vind het een leuke acteur. Naar moet zijn tot tot stop de tijd. Uh, uh, even kijken hoor. Ja, oké, okay. ik snap je. Maar we zijn niet bij per seconde grijzer. Dat was bij per seconde grijzer volgens mij deden ze dat altijd. Maar uh, Scarlett Johansson is fucking awesome. Ik heb uh, Black Widow overigens nog niet gezien. Het is helemaal terecht dat ze Disney aanklaagt, want die hebben haar gewoon keihard genaaid voor 30 miljoen dollar of zo. Dan zou ik ook pissevold worden. Dan zeggen mensen wel van ja, ze heeft toch wel geld zat. Nee, zo werkt dat niet. Disney moet gewoon zijn afspraken nakomen. En ze moeten gewoon met geld over de brug komen. Want ze heeft dan zoveel points in haar contract gezet. Want waarschijnlijk had ze geen zin meer om nog een Black Widow film te doen. Kan ik me zo voorstellen dat ze ook wel een keer wel wat anders wil doen. En het schijnt geen hoogvlieger te zijn die film. Dus waarschijnlijk was het een moedje voor haar. Nou, hij heeft het toch doorgezet. Gun die meid gewoon dat geld. Mensen gaan naar die film kijken. Niet omdat er Disney opstaat. Nee, omdat Scarlett Johansson de hoofdrol speelt. Dan moet je de mensen ook betalen naar, naar wat het waard is. Zo simpel is het. Dit is wel mijn mening. Je mag er anders over denken. Prima. Dat is allemaal goed. Was dat Suicide Squad of de Suicide Squad? Die nieuwe. Van um, die gast die eigenlijk eerst gecanceld was en later niet. Ik heb die eerste niet eens gezien. Die had zulke slechte recensies. Daar staat nou op Netflix. Ik denk, ik ga mijn tijd er niet eens aan besteden. En wat heel spijtig is... Batman vs Superman staat op Netflix, maar het is wel de theatrical version. Niet uh, wat schijnt de goede versie te zijn, die een half uur langer is. Dus ik heb dat ook nog niet gezien, de goede versie. Ja. Ja, wat? <laughs> Hans, ik weet, even niet, uh, ik weet even niet waar je ja op zegt. Op bedoel je? Oh, James Gunn. Ja, het was dus de Suicide Squad. Ja, James Gunn die was een tijdje gecanceld. Want dat is al leuk in deze tijd te te tegenwoordig als je op de kleuterschool een foute opmerking hebt gemaakt, pakken ze je 30 jaar later daarmee zodat je je baan moet verliezen. Want dat is een beetje kinderachtig. Me Mensen hebben echt te veel tijd om handen, denk ik, die op Twitter zitten. Die gaan dat soort dingen dan doen. Ja, wat? <laughs> Johan. Ja, wat? <laughs> Het wordt een beetje donker hier. Ik ga even nog even het grote licht aan doen. Even een, een seconde. Kijk of dat helpt. Na nou, iets, denk ik. Johan, leuk dat je er bent. We hebben het gehad over tieners in Frankrijk die eigenlijk alleen maar manga lezen en geen gewone strips meer. En dat er kamervragen over werden gesteld. Um, dat... we hebben het gehad over Scarlett Johansson... dat ze eigenlijk niet in Ghost in the Shell mocht spelen... volgens sommige mensen... die er van de pot gerukt zijn. En uh, Joaquin Phoenix, die niet Kellehan mocht spelen... omdat hij niet echt in een rolstoel zat... al oh, dat ze het leuke onderwerp. Kijken. goedavond allen. Ik kom net binnenvallen. Waar gaat het over vanavond? Nou, mij maar, dat heb ik net verteld... Dus dat scheelt weer. Uh, en weg is hij. Nu kunnen we keten. <laughs> Wie? Wie? <laughs> Oké, okay, ik ben een beetje traag van begrip. Alle kinderen zeggen ja tegen MDMA. Uh, weet ik niet. Ik heb zelf geen kinderen. Ik spreek ze ook heel weinig. Dus uh, ja, dat. Het uh, is een Disney-serie, daar gaan we het verder niet over hebben, Mr. Q. <laughs> maar het is wel een hele leuke comic-serie van Marvel. Die kan ik iedereen van harte aanbevelen. What if... Je hebt onder andere What if Spider-Man never lost the, the black suit? Dat is heel tof. Wat als Gwen Stacy niet vermoord was? Als Spider-Man haar had kunnen redden? Al dat soort vragen worden beantwoord. Wat als Doctor Strange geen... Sorcerer Supreme was geweest. Die noem ik nu allemaal uit mijn hoofd op, omdat ik die allemaal in de kast heb staan. Ik heb ze lang niet allemaal. Maar dat is echt een leuke serie met alternatieven. Hoe het alternatief was gelopen in het Marvel Universum. Echt super tof. En ik heb wat even Disney niet gezien, want ik heb geen abonnement. Dus dat weet ik niet. Ja, dus. Gaan we het nog ergens over hebben? Of zal ik er een punt aan breien? Wat een beetje een rare uitdrukking is. Waar ik niet precies weet hoe dat werkt. Maar dat zal wel met breien te maken hebben. Hopelijk geen bruine treien. Maar uh, even kijken hoor. Ben ik nog iets vergeten? Ja, we hebben het over Gérard Depardieu gehad. Leuk hoor. Leuke, leuke acteur. Ik denk dat dat is wel mijn favoriete Franse acteur Nou heb ik niet heel veel Fran favoriete Franse acteur. Maar... Ik, vond hem wel, uh, ik vind hem altijd leuk om naar te kijken. En dat hij het goed doet. En uh, hij is altijd wel een beetje corpulent, maar dat is ook goed. Dat, hij is gewoon heel erg. Het is gewoon een massi massieve acteur, wou ik zeggen. Maar het is een goede acteur, Gerard Depardieu Absoluut. Alleen, die asterixen, die vind ik allemaal zo irritant in die live-action films. Die Christian Clavier, jeetje Mineman, dat was echt een adrd kikker dat vond ik niet zo, uh, zo geslaagd. Maar het ziet er prachtig uit, de Asterix-films, vind ik. De live-action-films. Uh, Net als vroeger de Flintstones met John Goodman. Zag er ook fantastisch uit. Het zijn films die je gewoon een keer kijkt voor de lol. En uh, het ziet eruit als de, als de animatie of als de strip, zeg maar. En dat is wel goed gedaan, vind ik. Nou, het zou eind, eind van het jaar uitkomen. Waarschijnlijk zitten we dan in variant uh, F, denk ik, die ze hebben bedacht. Dus ik denk uh, dat het nog wel eens lastig wordt, Mr. Q, dat we Spider-Man gaan zien dit jaar. Of ze doen het net als bij, uh, bij Scarlet. Ze knallen het in de bioscoop en ze knallen het gelijk op streaming voor 30 dollar. Dat zou ook nog wel eens kunnen. Ik kwam net binnenvallen bij Scarlet. Ze moet gewoon krijgen wat haar contract zegt. Ja, dat vind ik dus ook. Een, een bedrijf, een bedrijf, een woord, een woord, vind ik. Maar ja, dat weet je wel met die uitzuigers van Disney. Dat, uh, die gaan natuurlijk hebben allemaal advocaten erop zitten. Dat krijgt ze ook weer. Volgens mij heeft ze recht op 30 miljoen of zo, Johan. Als ik het goed heb. Maar pin me niet op vast. Oh, gelukkig. Kijk. Dat ga ik dan een keer doen. Normaal gesproken kijk ik nooit nagesynchroniseerd. Hoewel we Dark ook in het eerste instantie een in Engelse nagesynchronisatie hebben gezien. Maar Dark heb ik niet afgekeken op Netflix. Het derde seizoen was zo vaag. Het was zo een soort Twin Peaks wannabe, maar was het net niet? Nee, dat, uh, Dark kon ik niet afkijken. De tekenstijl op terugkomen in hedendaagse comics. Is niet erg, denk ik. Teken, uh, teken van de tijd. Wie weet wordt Kirby-stijl wel weer eens in. Nou, dat ze zo maar eens kunnen. Ik denk wel dat je gelijk hebt dat. Kijk, op dit moment in de Amerikaanse comics-industrie, dat weet ik dan ook, worden manga ook heel goed verkocht. En je hebt een paar van die uh, geflipte Wokies op, uh, op Twitter. Weet je dan weer, omdat ik soms vlogs kijk van mensen die praten over Twitter, want ik zit zelf niet op Twitter. Die zeggen: Het gaat hartstikke goed met de Amerikaanse comics-industrie. Wat zitten jullie nou te zeuren? De diversiteit werkt. Kijk maar, we, dit zijn de verkoopcijfers. Maar ze vergeten te zeggen dat het merendeel van die verkoopcijfers is import. Het zijn manga die in Amerika verkocht wordt. Want in Amerika wordt manga ook supergoed verkocht. Dus er is een teken aan de wand. En ik weet niet precies hoe dat in Nederland is op dit moment eigenlijk. Maar manga sells, baby. Want het is natuurlijk. Manga is heel breed. Je hebt in allerlei genres, heb je strips in die stijl, van zwaar pornografisch tot strips voor kinderen en alles daartussenin. Nou, dat is gewoon tof. En, en, en Azië is sowieso een opmars. Natuurlijk ook vooral China, economisch gezien. Maar ik denk ook dat de Japanse cultuur steeds meer omarmd wordt. Uh, dus ik denk dat dat ook allemaal een rol speelt. En ik denk dat het ook dat dan die Amerikaanse comic. Wat je daar nou bijvoorbeeld al ziet bij, bij Marvel. Dat is wel een beetje knullig van ze. Maar goed. Ze hebben dus allereerste Spider-Man comics weer opnieuw uitgegeven. Die heb ik als Marvel Masterworks en Essentials al. Maar het formaat is kleiner en dikker. Dus ze, ze kopiëren het manga-formaat. qua uiterlijk. Maar ja. Het zijn een beetje. Dat ze denken misschien dat ze dan die kinderen het makkelijk meenemen. Dat het in de manga-kast kan. Maar de, de stijl. Van dit en de, en de grammatica die gehanteerd wordt in die comics. is natuurlijk helemaal niet vergelijkbaar met manga. Dus volgens mij is dat gewoon een beetje gelul Ik ben ook een beetje kwaad op Marvel. Want ik wacht al heel lang op bepaalde heruitgaven van Epics. van Amazing Spider-Man. Geef die nou verdorie uit. Want die eerste verhalen zijn in zoveel formats al uitgegeven. die kun je gewoon nog kopen. En nou hebben ze weer zo'n mini-format. Ik zag het van de week bij Henk liggen. Ja, dat is echt uh, een beetje jammer. Alleen de derde Asterix-film was verschrikkelijk. Te over de top. Ja, die heb ik dus overgeslagen. Ik heb wel een tijdje geleden een Lucky Luke, Luke animatiefilm weer gezien. Die vond ik wel heel tof. Die hadden we op DVD gekocht voor de grap. En dat is echt uh, leuk. Ja, zie je, ze had 17 gehad. En post, ja, dat, dat is, het merendeel moet ze gewoon nog krijgen, in het Mandarijns. <laughs> Spreek jij dat dan? Want ik eet ze alleen. Uh. Als ik kijk naar een winkel in de buurt, zie ik dat hun manga beter verkoopt dan de comics die ze in het assortiment hebben. Welke winkel heb jij in de buurt? Daar ben ik wel benieuwd naar. En ik denk ook dat manga een opmars is. Fijne avond, Geekman! <laughs> wie weet, wie weet. Ja, nu! Volgens mij is deze week het eerste deel uitgekomen. Of vorige week al van uh, de Batman 1989-reeks. Als ik het goed heb, volgens de sollicitations, komt in oktober de trade paperback uit. Daar wacht ik eigenlijk nog op, John. Maar ik ga volgende week langs bij Henk om Red Room weer op te halen. Woehoe! En de Red Room um, uh, uh, Free Comic Book Day zou hij voor me apart leggen. Want dat is dit weekend Free Comic Book Day. En als ik hem zie liggen en het ziet er goed uit, denk ik niet dat ik hem kan laten liggen. Dus dat vind ik wel uh, heel erg leuk. Het was Go West, was het. Ja, dat was hem. Die vond ik heel leuk. Ja, niet met Gerard Cox. God damn it. Maar die doet het denk ik gewoon niet meer. Die vragen ze niet meer omdat die misschien, zijn stem is misschien te oud of te laag. Maar uh, ja, dat, eigenlijk moet het Gerard Cox zijn. Ja, ik heb er heel erg zin in. Nou, volgens mij was het deze week, maar misschien volgende week. Ik, mijn geheugen is niet zo best, zoals ik al zei aan het begin van de uitzending, ik ben nu twee weken van de koffie af en ik mis het elke dag nog Oh, de Purperen Draak hé, hey, wat grappig dat ze dat dan ook verkopen, dat vind ik wel leuk dat het zo'n game uh, ding is en dat ze dat uh, doen, dus hulde voor de Purperen Draak wat ook een beetje als een verkeerde gay bar klinkt in, het, uh, in Chinatown, maar dat maakt niet uit het is als ze maar goede shizzle verkoopt. Maar Batman 89 voor de kijkers die het niet weten. Dat is dus een uh, vijfdelige reeks of een zesdelige reeks bij DC Comics. En die gaat verder waar Batman van Tim Burton ophield. En de eerste cover die ik heb gezien, het kan een variant zijn geweest, was Catwoman. Ze leek niet helemaal op Michelle Pfeiffer. Die heeft waarschijnlijk niet de rechten afgestaan. He, want dat moet allemaal geregeld worden als je acteurs naartekent. Daarom heb je soms stripadaptaties van films, waarin de, de personages niet lijken op de acteurs. Want dan, bijvoorbeeld die van License to Kill is dat het geval, want Timothy Dalton heeft geen toestemming gegeven dat ze, ze likeness mochten gebruiken. Want anders moet daarvoor betaald worden en misschien wel flink. En uh, sommige uitgeverijen denken: Nou ja, James Bond is James Bond. Dan tekenen we hem gewoon als James Bond, klaar. Dus uh, ja, dat gebeurt al eens. Helaas, maar die is leuk inderdaad. Ik ben ook erg zeer te spreken over de twee nieuwste CG-Astrix-films. Ja, die heb ik nog niet gezien. Die staan volgens mij niet, uh, niet op Netflix. Ja, dat snap ik hoor, dat snapte ik. Want Gerard Cox is natuurlijk de stem van Lucky Luke. Tenminste, wat ons betreft, daar zijn we mee opgegroeid. Als ik Lucky Luke lees, eigenlijk, iedere keer als ik je tegenkom, Rutger, denk ik. Waarom klinkt hij nou niet als Gerard Cox? Maar dat ben ik. Want dat komt er gewoon omdat je zo lijkt op Luke. Hé, ik zie pas dat je vorige week over batman album van Prince hebt gehad. Ja man, ik heb een nieuwe rubriek op deze vlog-experience. Ik begin echt helemaal slap uit mijn nek te lullen nu. Maar het idee is eigenlijk um, muziek te gaan behandelen... en albums te gaan behandelen waar ik echt van hou. Ik kan natuurlijk niks laten horen op YouTube. Zeker niks van Prince. Maar ook niet van iets anders. Want dan wordt of de video weggehaald of de audio wordt weggehaald... of. Copyright problemen, dat snap je. En het was zo tof. Ik kwam thuis, daar lag een postpakketje op de mat. Ik denk: wat is dat? En ik maak het open. En er zat dus het album in, het Prince album van Batman, de soundtrack. En ik denk: wie heeft me dat nou gestuurd? En er zat alleen maar een papiertje bij. Nu heb je er ook één met boekje. Want het was natuurlijk in de laatste Retro Smash te sprake gekomen dat ik al jaren het Batman album heb zonder het mooie boekje met al die foto's erin en, en de lyrics. En. Aan de postcode kon ik. Het stond M. En ik denk, jeetje, M. Maar aan de postcode kon ik zien. Dat is maar één gast die in die stad woont. Het moet Marcel zijn. Marcel, de stripvlogger. Dus die heb ik even geappt. En dat bleek voor Marcel een cadeautje te zijn. Want Marcel is ook een enorme Prins fan. Net als ik. En, uh, de, en, en, en daarnaast houdt hij ook wel van strips, geloof ik. Maar we zijn allebei grote Prins fans. En dat vond ik zo lief dat hij gewoon dacht. Nou, ik stuur gewoon Michael een prince album met boekje. En hij dacht, nou. Ik wilde deze rubriek al een tijdje beginnen. Dit is het moment om te gaan praten over het Batman album van Prince. Wat ik nog steeds, een, dat is nog een van mijn favoriete Prince albums ooit. En uh, ik heb het, dus, het, het wordt een rubriek over muziek, zonder dat je de muziek kan horen. Het gaat soms over wat de muziek met mij doet, wat het voor me betekend heeft, in welke periode bijvoorbeeld. Ik kan je al verklappen, Elton John gaat voorbij komen in de rubriek. Zou je misschien verbazen, maar ik ben een enorme Elton John fan. Ik dacht dat je een prinsassociatie zou maken met de Purper en Draak. Ja, had ik kunnen doen. Maar nou doe jij hem al voor me. Dus dankjewel, uh, Passersby. We hadden in Havera uh, Free Comic Book Day in het vorige weekend. Kon zelf niet gaan, maar heb wel een stapeltje comics via 4 geregeld. Daar ga ik vandaag nog een vlogje op Heel goed dat je weer gaat vloggen. Ik heb je trouwens een mailtje teruggestuurd vandaag. Was een beetje laat. Maar ik was een een, een beetje achter met de correspondentie. Dus dan weet je dat alvast. Maar misschien is dat ook wel de reden waarom je nu uh, de livestream kijkt. Want ik had je verteld dat ik het misschien zou gaan doen. Maar die rubriek wordt dus over muziek. Wat het voor mij betekent. Elton John gaat voorbij komen. Uh, want daar ben ik een fan van. Springsteen gaat voorbij komen. Uh, en uh, ik denk ook wel Soul Asylum. Ik ga niet te veel verklappen. En ik neem ze gewoon in één take op. Dat is eigenlijk het idee. En wat eruit komt, dat is de vlog. Dat is een beetje. Ik ga wel een beetje misschien van tevoren nadenken over de dingen die ik wil behandelen. Maar ik, ik, ja, ik vind het wel heel erg leuk. Ik denk, uh, ja, het is gewoon leuk om dat soort dingen te doen. Om over nieuwe dingen te vloggen. En als er een mooi boekje bij zit, zal ik dat zeker laten zien. Want visueel wordt het eigenlijk gewoon camera's zet ik aan en dan klets ik wat. Hoe moet je anders muziek laten zien? En uh, dankjewel. Ik vind het echt uh, leuk om te doen. En. Um, ja, dit kanaal heet ook Michael Minnebo. Ik heet ook niet de stripvlogger. Dus ik kan het overal over hebben. Van rolstoelcartoonisten. Tot en met. His Royal Badness. Tot en met de borsten van Scarlett Johansson. Eh, ik bedoel, de acteertalenten van Scarlett Johansson. Eh, tot en met. Maakt niet uit. Dat is zo leuk aan vloggen, zeg maar. Ik krijg zijn stem niet voor elkaar. Heb het echt geprobeerd? <laughs> nou, kudos voordat je het geprobeerd hebt. Lees net de comments terug. Is Tim Drake gay? Die had toch een vriendin Stephanie, lekker DC. Ja, ik weet niet of Tim Drake gay is. Ze hebben aangekondigd dat een Robin gay is, want virtue signaling. Nee, we bedenken geen nieuw personage. Of misschien is dit dit geval wel een nieuw personage, maar bestaande personages worden geraced en die hebben opeens een andere seksuele voorkeur, want we zijn te lui om goede nieuwe personages te bedenken die lang meegaan zodat het ook een blijvend effect heeft. En ik, ik hoor wel eens YouTubers met een donkere huidskleur vloeken op YouTube... dat ze er helemaal klaar mee zijn met die token, met die token black characters. Ook in films. Dat ze zeggen van, ik zit niet te wachten op een, op een zwarte Superman. Uh, of een zwarte Clark Kent eigenlijk. Doe dan de Superman uh, uit de multiverse die al zwart is. Laat, maak daar dan een film over. Ik denk, nou, dat vind ik heel plausibel. We willen ook geen... Uh, en als je een zwarte Spider-Man maakt, is het ook niet Peter Parker. Dan maak je gewoon een film over Miles. Over Miles Morales. Maar je. Het is. Nou goed, ik wil het er eigenlijk niet meer over hebben. Want ik krijg het mijn strot niet meer uit. Eigenlijk. Ah, het is misschien B. Hij weet het nog niet. Het is een maybe. Is hij? Een maybe. <middels> ja, dat vond ik wel. <middels> maar goed. Uh, leuk, die muziekvlogjes. Jammer dat er geen geluid bij kan komen. Ik vraag me altijd af hoe we een kanaal als Mojo. dan wel muziek in een top. Ja. Weet je dat ik dat ook afvraag? Ik kijk ook naar Minty Comedic Arts. En die maakt 10 Things You Didn't Know About The Goonies, of welke film dan ook. En dan gebruikt hij filmfragmenten in. En ik ben altijd benieuwd hoe hij dat dan doet. Want. Um... Spo spoiler. <laughs> ja, um, misschien. Um, maar ik, um, ik vraag me altijd af hoe hij dat doet. Want ik heb ooit een recensie gedaan van de film Masters of the Universe, omdat ik die zo tof vond. Heb ik een paar stils gebruikt. Ik heb meteen een claim voor Universal. Ik hoefde het er niet af te halen. Maar als ik ooit ga monetariseren op dit kanaal. En dat kan pas als ik duizend abonnees heb, ben je nog geen abonnee? Like en subscribe. Want ik doe het al drie jaar en we zitten nu op 825 of zoiets. Ja. Dat is zegt het soort marathon aan het worden. Het gaat natuurlijk niet om het aantal kijkers, want ik ben blij met iedereen die kijkt en met iedereen die, die reageert en liked. Don't get me wrong. Maar als ik duizend abonnees heb, dan kan ik community posts maken. En dan kan ik makkelijker met jullie communiceren. Als ik dan besluit, ik ga vanavond livestreamen, kan ik een community post maken. En die kunnen mensen dan lezen in de app. Dat is hartstikke handig, maar dat mag ik niet. En als ik nu een probleem heb met YouTube, mag ik niet de helpdesk raadplegen. Ik mag niet chatten met iemand van YouTube, want mijn kanaal is te klein. Dat mag ook pas bij duizend abonnees en meer. Ja, dat is de schaduwkant van YouTube, beste mensen. Beetje jammer, maar dat is nu eenmaal wat het is. Voor de rest is het gewoon leuk. Dit is trouwens een vintage Melkweg shirt. Ik ga hem even laten zien. Met een beetje een macabere afbeelding. Uit de jaren 70. Die had ik vandaag aan. Die vind ik wel tof. De Melkweg is natuurlijk het poppodium in Amsterdam. Maar nou, je hebt ook nog Paradiso. Dat is ook een tof poppodium. Melkweg heeft ook een bioscoop. Daar draaien ze elke... Elke uh, zoveelste van de maand draaien ze daar animefilms ook. In ieder geval dat programma was heel lang altijd daar. Ik weet niet of het in COVID-tijd nog steeds zo is, maar um, ja, het, um, het is een leuke, leuke plek daar. Ik ga binnenkort trouwens mijn allerlaatste luisterstripvlog maken. Ik heb namelijk bijna de collectie compleet. Zelfs bestaat hij eigenlijk nog wel. Jesse James luisterstrip. Oh, wat goed. En doe jij dan, maak je dan een vlog van de, de tapes, neem ik aan. Dat je gewoon, laat je dan ook de plaatjes zien. Of is het gewoon een cover en dan de audio? Dat ben ik wel benieuwd naar, Rutger. Mag je even reclame maken voor jezelf? Dus Luc Luc heeft dus ook een YouTube kanaal, mensen. Ga hem vooral volgen. Hij recenseert ook albums van zichzelf, of eigenlijk van Luc Luc dan. En doet andere leuke dingen. En je had laatst een rattenplan gemaakt, zag ik. Ook een uh, goede, goede shizzle. Dus, um, en de luisterstrip. Ja, daar zijn we allemaal groot mee geworden volgens mij. Dat was toen echt, je van het. Ik had vooral die van, um, ik, had er, ik had er eentje van Sus kunnen wisken. En ik weet niet meer welke, die heb ik niet meer. Maar we hadden er eentje van Sus kunnen wisken, dat weet ik nog. Ik heb ze allemaal gedigitaliseerd. Het is later cover in beeld met de audio. Ah, oh, je gaat er ook nog over kletsen, oké. Okay. Want de mensen kunnen gewoon het album natuurlijk bijpakken. En dan de audio gewoon luisteren. Dus dat is helemaal top. Wat dat betreft. Anyway guys. Ik vond het heel gezellig. Ik vind het fijn dat jullie erbij waren. Om me eventjes gezelschap te houden. Nu ik hier alleen zit. Op een mooie, nou inmiddels zonloze woensdagavond. Ik hoop dat jullie het allemaal goed maken. Dat jullie niet ziek zijn geworden. Ook niet van de vaccins. Ik ben behoorlijk beroerd geworden van het vaccin. En ik ben een maand lang back afgeweest geweest. Even goed daarna nog. Dankjewel Pfizer. Het was een leuke maand. Uh, maar goed, je moet er wat voor over hebben, zeg maar. Tijd voor ontbijt, zegt Mr. Q. Hartstikke goed. Ga lekker je vlogs maken, Mr. Q. Er komt weer een vlogweek aan. Maar wanneer? Dat hou ik nog even voor me. Want dat moet ik zelf ook nog even plannen. En dat moet me een beetje uitkomen. En ik moet eigenlijk nog een nieuwe camera kopen. En een nieuwe computer. Daar heb ik het eigenlijk helemaal niet over gehad. Ga ik het misschien een andere keer over hebben. En dat is een cream. Om de juiste camera uit te vinden. Want ik zou eigenlijk. Dacht ik. Ik koop de nieuwe Sony ZV-E10. Maar die heeft een soortje kinderziektes. Waar je moe van wordt. Dus dat wordt het in ieder geval niet. Want ik wil echt van een vlogcamera gaan draaien. Waar ik makkelijk ook strips mee kan filmen. Uh, maar de, dat kan ik je alvast vertellen, dat die, de, de Sony ZV-1 van vorig jaar is eigenlijk beter dan de, dan, de, dan de nieuwe versie. Dat is frappant, zeg. Maar goed, niet elke sequel is ook uh, beter. Dus, um, ja. Ja, leuk, man. Hartstikke goed, Lucky uh, Luke. -Luke. Damn vervelend te horen, Michael. Ik had van beide faces geen last, riep al dat ik een placebo had gekregen. Wel 2,5 maand bij een burn-out gekampt. Ja, dat weet ik, man. Ik hoop dat het beter gaat met je. Doe rustig aan. Neem veel pauze. Eh, trek je heel veel het lot van de wereld even niet aan als je een burn-out hebt. Dat kun je er helemaal niet bij gebruiken. En eh, mij helpt mindfulness heel erg. De cursus die ik ooit heb gedaan om rust te vinden. En, en Ed Kartollen. Kartolle. Misschien ga ik wel een keer een uitzending maken over Ed Kartollen. Misschien is dat wel leuk. Gaan we gewoon een keer de. De, 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 de Power of Now bespreken en Presence en al die shizzle. Ik weet niet of jullie daarvoor in zijn eigenlijk, maar dat is wat een beetje de kant die mijn leven op gaat. Ik ben begonnen als, ik praat over comics en strips en ik praat nog steeds over comics, bijna niet meer over strips. Wel, Salto en Uba kwam net even voorbij, want dat is hartstikke leuk. En ik heb binnenkort het album van Barry Winston Smith, Monsters, hier gaan we het ook over hebben. En, uh, want dat is een bijzonder album. wat bij Sherpa is verschenen in het Nederlands. Dus, maar ik heb ook andere interesses. Ik hou van muziek. en ik ben heel erg. de mindfulness is echt een soort lifesaver geweest. Ja, jullie weten wel eens gewoon. dat, dat ik, ik, ik. ik praat al over mijn leven. maar ik, ik laat niet het achterste van mijn tong zien. met alle dingen. Ik probeer een beetje een balans te vinden. tussen privé. en, en publiek. Want ik vind het ook wel fijn om niet alles te bespreken in het openbaar. Uh, maar ik vind wel dit soort dingen vind ik interessant en dat wil ik ook dan wel nou, overdragen. Klinkt dan al gelijk alweer heel erg pretentieus en leraar achter, Maar ik vind het wel fijn om als ik enthousiast ben over dingen, om dat te laten zien aan jullie. Misschien heb je er ook wat aan, misschien ken je het al. En uh, misschien verrijkt het net zo goed jouw leven als het mijne. Dus dat is wel, uh, is wel leuk. We volgen de goeroe. <laughs> Uh, de goeroe is volgens mij Yoda. <laughs> en, en, en soms. Uh... Even kijken hoor. Ja, dat is ook een goede camera volgens mij. Maar ik moet even een goede stabilisator hebben en face tracking. Hoe zit het daarmee? Dat is dan een beetje de vraag ook. Maar goed. Lekkere wellness shizzle. Misschien gaan we ook wel dat soort dingen doen. Maar in ieder geval. Dus wat heb je nog van me te goed? Een van de ergste nachtmerries voor een stripverzamelaar komt er binnenkort aan. Daar heb ik een vlog over gemaakt. Ik heb nog Spider-Man versus Venom voor je in het verschiet zitten. Ik heb zo'n stapel Junior Press comics gekregen van Koen gisteren. Daar heb ik een vlog over gemaakt. Die staat al klaar. En ik moet voor Amsterdam Comic Geek ook nog wat gaan doen. En ik denk dat de volgende een hele korte wordt over Stan Lee. Stan the Man Lee. Waarom ga ik nog niet vertellen? Want ik moet er nog maken. Ik moet morgen eerst gewoon werken. Maar misschien heb ik s'avonds nog even tijd. En ik moet eigenlijk een retro smash nog researchen. Dus anyway, ik zwaai af. Fijne avond. Stay safe. Stay happy. Fuck the Wokies. En read more comics, zou ik zeggen.